taak dat we bij elkaar zijn en een unieke frequentie laten ontstaan door gewoon zuiver jezelf te zijn en je lekker te ontspannen en te voelen dat wat er ook allemaal aan de hand is in het bestaan, aan mooie dingen en aan moeilijke dingen, dat daar niet mee bezig, je hoeft daar nu niet mee bezig te zijn. Er is iets anders waar je mee bezig zou kunnen en misschien ook wel moet zijn. En als we dat allemaal op onze eigen unieke manier doen, dan ontstaan er hele mooie krachtvelden, intelligentievelden, gedragen vanuit de intentie van ieder mens hier. We noemen dat hier dan het hart. Ik noem het origineel bewustzijn van jezelf. Dat als dat met elkaar communiceert, dat we in staat zijn om dingen te laten plaatsvinden of juist niet te laten plaatsvinden. Zonder dat daar enige bemoeienis in is. En dat is de grondslag eigenlijk van waaruit ik spreek. Dat er een enorme, mooie, bijzondere en ook normale kracht in ieder mens op de aarde aanwezig is. En dat het zo zonde is dat dat niet belicht wordt op de manier wat dan uiteindelijk alleen nog maar over jou gaat. Dus dat er altijd dingen omheen zitten en dat die allemaal kunnen vertrekken in dankbaarheid. En soms mag het ook in boosheid zijn dat mensen iets boos wegsturen van dit heb ik mijn hele leven nou gedaan, ik ben het zat. Dan is dat gewoon ook oké, als het op die manier gebeurt. Het gaat er niet om hoe het moet zijn, maar het gaat erom dat het gewoon gebeurt. En dat gebeurt op ieders eigen manier. En daar ben ik heel blij om en dankbaar voor dat we hier vandaag bij elkaar zijn. Een dag die gaat over die kracht in de mens, die kracht die jij in je draagt. En het woord kracht is ook een discutabel woord, omdat daar weer allerlei beelden bij kunnen zijn, van dat het kracht is op een hele excessieve manier. Waarbij er kracht wordt getoond. Dat kan, hè? Dat kan. Maar het is ook een woord wat helemaal niet daarmee te maken hoeft te hebben, maar wat een hele stille, serene kracht is. Een diepe intelligentie van jezelf. Een diep weten van jezelf. En dat je die trilling laat komen en dat dat ook kracht genoemd kan worden, maar dat dat niet per se de uiting van kracht hoeft te zijn. Dus ik geef eigenlijk al aan dat het gebruik van woorden, en ik denk dat je dat precies ook met me mee kan voelen en dat je dat ik dat ook met jou meevoel, dat de kracht van woorden, de betekenis, het inladen daarvan, beelden, gedachten, gevoelens, dat dat wel secuur eigenlijk moet gebeuren, secuur. Het heeft securiteit nodig. Dus ik denk ook dat we vooral onze manier van hoe we in deze wereld onszelf uitdragen, de woorden die we er aan hangen, dat we ons daar ook als beschaving nu hier in deze wereld, waar je ook vandaan komt, dat we ons daar heel hartelijk, maar ook noodzakelijk bewust van moeten zijn. En dan gebruiken we ook de woorden die kloppen bij de intentie van jezelf. En daar gaat het om. Dan kan het best zijn als jij woorden gebruikt die voor mij dan het niet zijn, maar dat ik wel voel, oh, maar jij gebruikt dat woord en ik voel die intentiekrachten onder van waaruit dat wordt gezegd. En dan blijf ik niet hangen achter mijn plaatje van het woord, maar dan kan ik voelen wat het woord in jou is. Dan gaan we dus voorbij de referentiekaders van wat we hier taal noemen. Nou, fijn dat je er bent. En ik ben dankbaar, ook Arjan, dat jij deze plek en deze dag hebt weten te beleggen. Dank je wel. Het is een hele inzet. Een inzet die ik dus nooit geef, omdat ik met andere dingen bezig ben. En het diepe vertrouwen en de vriendschap voel naar iedereen, dus ook echt naar jou en echt naar jou en iedereen, dat datgene wat er wordt gedaan, ja, het vrijmaken in de ruimte en tijd wat we hier ervaren van deze locatie, ja, dat je dat doet, of dat het er is, het is er en je spoort het op. Zo voel ik het eigenlijk. Er zijn dat vind ik heel mooi van jou ook, want je kan zo duidelijk voelen dat er zoveel plekken zijn. En dan krijg ik wel eens een berichtje van Arjan, waar die dan allemaal is. En dan is het berichtje, maar het is het niet. Op naar de volgende plek, joehoe! En dan reist hij door heel Nederland en ook daarbuiten. En er is nooit een wanklank of zo. Het is altijd vrijheid. En dat is ook wat we nodig hebben. Vind ik heel mooi. Dat maakt het voor mij ook werkbaar. Omdat alles ontstaat vanuit bewustzijn. En de draaggolven die we daarin zijn, die zitten ook verpakt in het beeld waar we in blijven.
Nou, ja, ik zei het al, mijn naam is hier Martijn. Ik ben bezig samen met heel veel mensen in deze wereld. En ja, ik heb daar natuurlijk geen autoriteit. Ik heb helemaal geen autoriteit over anderen, alleen over mezelf. Maar ik spreek het uit. Ik denk dat wat ik te doen heb, dat ook is wat jij te doen hebt. En ik denk ook dat als ik zeg dat ik dezelfde dingen doe dan jij, dat gewoon exact klopt. En het maakt helemaal niet uit hoe dat gebeurt en via wat. Dus in die zin is mijn verhaal redelijk onbelangrijk eigenlijk. Totaal irrelevant. Het is een stukje van het geheel. Maar het is wel een belangrijk stuk van het geheel, omdat bepaalde zaken die we voelen en die zich ook afspelen in de wereld die we waarnemen, dat die dingen ook benoemd worden. En dan komt het ook bij elkaar. Dus de dingen die jij weet en in jezelf draagt, dat die ook worden gezegd. Nou, ik doe dus mijn deel, en dat is vandaag een klein stukje daarvan, om er met je naar te kijken, om daar samen in te bekrachtigen, samen met elkaar hierin te verblijven, maar wel voordat het woord samen er is, dat je goed contact maakt met jezelf. En ik wil maar dit moment dan met elkaar openleggen, zodat we wat er nu vandaag verder deze middag ook allemaal kan plaatsvinden, en er kan een heleboel plaatsvinden, dat het allemaal plaatsvindt vanuit jouw inzet. Dus niet dat je hier wist dat je naartoe zou gaan en dat je eigenlijk hier nu toevallig bent. Dus de keuze die je hebt gemaakt om hier vandaag te zijn in dit moment, is een hele bewuste keuze, hè? En daar is misschien wel van alles doorheen gebeurd. Misschien nog vanochtend dat je dacht, moet ik nou wel of niet gaan? Dat is een bewuste keus. En op het moment dat je ergens bent, en ik heb dat in mijn bestaan hier heel vaak meegemaakt. Ik heb het ook zelf ervaren. Dat er geprobeerd werd om als ik dan eenmaal aanwezig raakte, dat ik me daar bijna niet meer bewust van kon zijn. Dat ik aangeklikt werd aan het moment. En dan raakte ik bijna zoek. Terwijl het een bewuste keus was om het te zijn. Mijn voorstel is, en dat hoef je niet te doen hoor, het is alleen maar een voorstel, ik doe het zelf, om dit moment van een paar minuten in stilte goed bij jezelf te zijn, wat maakt dat je bezig bent, juist in deze tijd van de mensheid, waarin zoveel gebeurt, wat maakt dat je bezig bent met datgene waar jij mee bezig bent. Wat is de diepe roep daarin? Wat betekent dat in je gevoel? En dan kun je dat meenemen in dit moment hier, dat ook de hartgrondslag eronder kan zijn, om jezelf hier neer te zetten, heel bewust, en jezelf te openen voor al die andere mooie mensen, die ook diezelfde intentie in zich dragen. Dus laten we die paar minuten daar eens rustig voor openen en kijk maar hoe dat dan voor jou werkt. En dan komen we zo ook fysiek weer bij elkaar terug.
Wat is het dat het woord beleving, een beleving om mens te zijn, wat is het dat dat hier kan worden uitgesproken? En het is een beleving. Het is een ervaring, het is een moment. En je ziet dat we in een wereld leven, althans dat is wat we te zien krijgen, of dat ook allemaal waar is, moeten we allemaal ter discussie durven stellen wat we te zien krijgen. Maar je ziet dat we in een wereld leven waarin we echt onszelf nodig hebben om die verbinding, die beleving onderling met mensen, onderling, waarin het goede vibreert, waarin je voelt dat er niets tussen ons in zit, om dat te ervaren. Je hebt daar iets voor nodig. En als je dat niet doet, wil dat niet zeggen dat het dan niet gebeurt. Maar als je het niet doet, datgene waar we het zo over gaan hebben, dan merk je dat je wordt ingenomen door anderen. Of door andere systemen, of door frequenties. En dat gaat niet om de vinger te wijzen naar iemand anders. Maar het is om een stuk onderscheid te kunnen maken tussen hoe zaken kunnen bewegen. En ik ben in mijn bestaan hier, in deze wereld, ben ik heel veel, en word ik veel gecorrigeerd of geprobeerd te stoppen te praten daarover, omdat er zoveel niet gezegd mag worden. Het is bijvoorbeeld voor heel veel mensen niet prettig om te zeggen dat er dus ook, in plaats van dat je je eigen ruimte creëert, dat er ook een mogelijkheid is dat je in de ruimte verkeert van niet van jezelf. En ik stap daar dan een stap dieper in door te zeggen, dan sta je in de frequentie van iets of iemand anders. En dat is nog steeds helemaal niet plus of min. Hè? Het is iets wat je kunt voelen als je bij een verjaardag bent of met vrienden een gesprek hebt. Op een bepaald moment waarin je voelt dat je het gesprek wat je uitvoert, wat je doet, dat dat niet uit jezelf komt, maar dat dat meer reacties zijn op wat de anderen allemaal zeggen en doen. Op dat moment verkeer je niet in jezelf, en dan ben je aan het meebewegen. Ik noem dat dan de transportband van iets anders. En dat is, ja, ik blijf daar heel genuanceerd over vandaag in ieder geval, om daar van alles over te zeggen, want dat moet iedereen zelf ook weten en herkennen. Maar het woord mensbeleving, de beleving om weer met mensen samen te zijn, de beleving om zelf je eigen menselijke aspect weer te kunnen ervaren,
Ja, dat is een vraag, hè. Hoe kan dat, dat je dat hier in de frequentie eerst moet bewust worden? In een wereld waarin jij leeft, heeft alles, zoals het hier nu lijkt te zijn, een begin en een eind. Dus het is een begin van bewustzijn. Maar we zeggen, bewustzijn is oneindig. Toch worden we ons bewust. Het zijn hele diepe schuivers aan de binnenkant, hoor. Dat betekent, of het kan betekenen, misschien op een andere manier als dat ik het nu zeg, dat er een begin is aan het opstaan van je bewustzijn, dat je bewust wordt helemaal op je eigen manier. Maar dat betekent dan weer dat er ook een moment is waarin het bewustzijn van jezelf is weggegaan. Kijk, en dat is waar ik het over heb. Ik heb het over gebeurtenissen in de kosmos die we hier op de aarde zien. Gebeurtenissen die een uitwerking hebben op bewustzijnswezens. Dus dat is een bewustzijnvibratie aan, helemaal open. Je kent het, hè? Dat je alles weet. Het zijn van die momenten dat alles exact in lijn is. Dan weet je het, je voelt het en je bent het. Een oneindige ruimte van verbondenheid. En er is geen negativiteit. En dan is er iets anders. Waardoor dat weer verandert in jezelf. Waardoor je weer een onderdeel lijkt te worden van het systeem van deze wereld. Dat is een bewustzijnsverhuizing. Dat is een verandering van de intelligentie van jezelf. En wat beleef je dan? Is dat dan nog een mensenbeleving? Het zijn cruciale vragen. Wat is de mens eigenlijk? Wie en wat ben jij? Werkelijk. Ik ben hier nu, vanuit hier bekeken, 50 jaar. En ik heb in mijn 50 jaar, net als jij, heel veel meegemaakt. Hele mooie dingen, hele gekke dingen, hele stomme dingen ook. In het moment. Onnodig. En achteraf nog steeds onnodig. Ik heb er niets van geleerd. Ik ben er niet bewuster van geworden. Want ik was het al. Die gebeurtenissen zorgden ervoor dat ik mijn bewustzijn op dat moment niet kon gebruiken. Zo mag je het ook zien. En zo kom je steeds een stap dichterbij een innerlijke noodzaak en waarbij je carte blanche geeft, dat is jouw bewustzijnsinstructie, waarbij je zaken recht praat of ruimte geeft om nog een keer er te zijn. Want het kwantumveld kent geen verschil tussen wat er gebeurd is, wat er nu is en wat er gaat gebeuren. En als je alles wat er in je leven vroeger is gebeurd, carte blanche geeft, omdat het een leerproces was, dan kan ik je zeggen vanuit waar ik vandaan kom, dat dat zich zal blijven voltrekken. En dat is precies waar de mensheid in verkeert. Maar de mensen willen het vaak niet zien. Waarom? Omdat we het idee hebben dat we onszelf dan tekort doen. Of omdat onze ervaringen er niet toe deden. Of dat we nutteloze dingen hebben meegemaakt. Terwijl we aan de binnenkant, verbonden met deze wereld hier, het wel een waardevolle ervaring vonden. En zo kom je eigenlijk in verschillende lagen terecht van wat deze wereld is. Wat is waar? Wat is waar is dat wat jij als waar ervaart. Wat voor jou in dit moment er is, omdat je het overeind moet houden of omdat je het juist al ervaart en dat je dat ook wilt blijven ervaren vanwege goede dingen. Maar wat is goed? En hoe groot is de beleving om mens te zijn? En hoe groot sta je het jezelf toe om die kracht wat mens zijn echt is, ook hier helemaal te zijn? Dus nog dieper kijken in je bestaan. Nog breder kijken in je vibratieveld. Nog eens goed kijken wat vragen of opmerkingen van andere mensen met je doen. En nog eens heel goed kijken of je werkelijk waar doet, wat je van jezelf weet, wie je bent, of dat dat nog wat meer kan stromen. En dat kan. Er is meer mogelijk en dat is waarom wij op deze aarde zijn. Wij zijn op deze aarde, ieder voor zich, hier, om alreeds bestaande kennis te brengen. Door het te zijn. En het krijgt geen doorgang door je heen als je het niet bent. Hij zei die
het hart niet van zichzelf werkelijk laat zien en toont, kan ook de hartslag van het grotere kennisveld en de grotere werelden, wie je werkelijk bent, ook niet ontvangen. Het is gewoon de wet van de frequentie. Dus ja, daar kunnen we naar kijken. We kunnen kijken naar wat daar aan de binnenkant in onszelf is. Maar ook wat de verbanden zijn tussen wat jij weet en ziet, wat je voelt en doet, waarvan je ook weet wat er al is, maar je nog niet doet, maar waarvan je weet wat er gaat gebeuren. En het is onvermijdelijk dat je het hart van jezelf leeft. Het is onvermijdelijk dat je het inzet op jouw manier. Ik heb 2 dagen geleden een hele mooie ontmoeting gehad met 2 mensen die ik al een tijd niet had gezien. En er zijn ook mensen die heel actief leven vanuit het hart. En ook bezig zijn met de veranderingen in deze wereld. En dat een warm hart toedragen. Dus hun leven in dienst zetten van wat alle andere mensen ook organiseren en doen en vertellen. En, dus dat is heel mooi. En ik denk dat ik heel gelukkig ben, als ik het zo mag zeggen. Ik voel dat ik heel gelukkig ben, maar ik denk dat ik het zo moet zeggen. Dat ik heel gelukkig ben met dat gesprek met hen. Omdat daar zoveel naar voren kwam. Wat je aan keuzes voor jezelf krijgt te liggen. Want in deze wereld is het niet een kwestie van dat je nog moet bijleren. In deze wereld is het tegenovergestelde werkelijk waar. En dat is als je naar de beleving wilt van jezelf. En je wilt je eigen bewustzijn in alle rust op jouw manier weer ontvouwen. En terugontwikkelen vanuit jezelf. Dan zul je heel veel moeten afleren. Loslaten. Ook dingen die niet zo negatief hoeven te zijn. En dat betekent dat je, ja, eigenlijk steeds kaler wordt. Het wordt steeds leger. Ik spreek vanuit mezelf, niet vanuit een boek. Maar het hoeft niet per se de grote waarheid te worden van een ander. Ik vertel alleen wat ik en wie ik ben en wat ik weet. Ik ben hier niet geïncarneerd. Ik weet dat jij dat ook niet bent. Ik weet dat er andere dingen zijn gebeurd. Ook weet ik dat alles plaatsvindt, alles, om de kracht van de mens, de originele beleving van haarzelf, om die te beletten ervaren te worden in deze dimensie. Je mag alles voelen. Je kunt alles voelen, je kunt alles ervaren. Alles kan, alles mag, alles is toegestaan. Alles is open. Maar er is 1 ding waar geprobeerd wordt om je niet te krijgen. En dat kan de mens ook niet als ze aansluit aan de kennis van een ander. Als de informatie van een ander, dus ook van mij, tot zich neemt en vanuit de informatie het gevoel heeft zich verder te ontwikkelen. We praten in dat geval van het reproduceren van een frequentieveld van buiten jezelf. En zo zijn er 8 miljard mensen, als zij geloven in iets, alle 8 miljard dragers van dat ene informatieveld. Dus het gaat om kaalheid, het gaat om leegheid, het gaat om schoonheid. Dat je ook kunt zeggen, ik weet het niet. Bijna 100% van ons bewustzijn draait op aannames. Maar moeten wij als reizigers van elders, moeten wij dat weer opnieuw durven uitspreken. Dat hebben we ook afgesproken in andere bijeenkomsten elders, niet wij met elkaar. Jij weet dat allemaal, het zit in je. Als ik eenmaal in zo'n wereld ben die opgericht is en ontwikkeld is. En we gaan naar werelden waar ook
problemen zijn. Als ik daar eenmaal ben, zal ik me uit alle innerlijke kracht en macht moeten herinneren dat ik me voortdurend los moet maken van alles wat er wordt gezegd. Zodat ik wel datgene ben en diegene ben in de essentie van wie ik ben, waar ik vandaan kom. Want dat is wat ik kon brengen. En nu ben je hier, en nu zitten we in een tijd, in deze wereld, waarin precies dezelfde dingen gebeuren als 100 jaar geleden, als 500 jaar geleden. Precies dezelfde dingen vinden plaats van 2000 jaar terug, van 5000 jaar terug. Dat zijn de matrixinformaties wat hoort dan bij het veld van nu. We kunnen 100.000 jaar terug gaan, 400.000 jaar terug. We kunnen nog veel verder terug gaan. En wat zich nu op dit moment hier, wat je ziet in deze wereld, wat een entertainment show kan zijn, is precies hetzelfde als al die andere cyclussen die er zijn geweest, cycli. En juist daarom, dat er steeds meer mensen zijn die dat zien, wordt er een aanslag gepleegd op je bewustzijn van origine, om weer opnieuw ergens in te gaan geloven. En daarom zeg ik, geloof niets van wat ik zeg, maar luister er gewoon rustig naar en laat het weer los. Dat hoort niet bij jou op de manier zoals ik het zeg. Dat is wat bij mij hoort. Maar de trillingen die erin liggen en de kennis van waar ik vandaan kom, dat is wel dezelfde trilling als van jou. De spiritualiteit, en dat was ik met die mensen ook besprak, de spiritualiteit, het bewustzijn waar de mens doorheen fietst, het is allemaal heel mooi, het is heel interessant. Het is ook goed als je voelt dat je misschien, laat ik zeggen, een vorig leven hebt gehad ergens. Dat kan. Het is ook mooi als iemand anders je vertelt dat je gekneusd bent in het leven. Omdat je in een vorig leven misschien een tweelingzusje bent kwijtgeraakt. Aan de oever van de Rijn. Dat kan heel veel impact hebben. Het kan allemaal mooi zijn. Maar de vraag is, hoe kan het dat iemand anders dat vertelt over jou en dat jij dat niet weet? Omdat het een leerproces is, zeiden die mensen. Ik vroeg, wat heb je dan geleerd? Niet in het hoofd, hè, van wat heb je geleerd, maar echt aan de binnenkant, in je emotionele kernkracht, wat heb je geleerd? Ja, misschien dat ik geleerd heb om meer acceptatie te hebben bij de problematiek waarin ik leef. Ik heb het nog steeds over de aanslag over de mensheid op dit moment die uitgerold wordt. Acceptatie is iets heel anders dan aanvaarding. Een schepper aanvaardt, maar accepteert geen pijn. Een schepper kan voelen dat er onevenwichtige toestanden aan de hand zijn. En aanvaardt dat dat wordt waargenomen, maar accepteert dat niet. Het zijn twee verschillende trillingsvelden van het bewustzijn aan de binnenkant. En toen zei ik tegen die mensen, had je dan zo'n weerstand tegen de problemen in je eigen leven? Dat dit verhaal van die persoon je precies dat geeft waardoor je een gevoel van acceptatie krijgt. Van ik kan niet begrijpen waar het vandaan komt, mijn probleem. Of ik kan niet begrijpen waarom ik niet meer weet waar het vandaan kom. Omdat ik een sluier heb wat een bepaalde boodschap heeft. Had je dat nodig? Een aanvaarding of een acceptatie? Van iemand anders? En toen gebeurde er iets. Nee, zei die persoon. Dat heb ik helemaal niet nodig, want ik voel terwijl ik me vraag dat het er gewoon allemaal nog zit. Ik ben nog steeds boos. Ik ben nog steeds verliefd op het leven. Ik zie nog steeds dat er dingen gebeuren die eigenlijk niet kloppen. En ik zie nog steeds dat we in een prachtige wereld en een paradijs leven. Dus eigenlijk heeft het helemaal niets met me te maken dat dat werd gezegd. Dan heb je een idee hoe je die weerstandsvelden die er kunnen zijn,
de teleurstellingen, het verdriet, de moeilijke dingen, naast alle mooie dingen die er ook zijn. Heb je het idee wat je daarmee zou kunnen doen? Nee, ze zegt, nee, dat weet ik niet, want ik heb het uitgezet. Het is uit, ik laat het los. Ik zeg, wat laat je dan los? He, dus ook voor jou, wat laat je los als mens? Welk deel van de beleving van jezelf laat je los als je besluit bepaalde dingen niet meer te willen zien of niet meer te willen voelen? Omdat het pijnlijk is of omdat het kwaadaardig is of omdat het negatief is. Wat laat je los? Ja, wat laat je los? Ja, dat weet ik niet. Vertel, geef eens een beetje iets, een uitleg. Of... Toen kwam mij het beeld voor van... Ja, je staat in een vliegtuig en je staat daar met parachute om te springen. En je staat daar omdat je besloten hebt die sprong te maken. Dus er is een reden. Je hebt iets gevoeld. Wij alle mensen voelen iets. Wij voelen iets in deze wereld gebeuren. Jij voelt iets. Er is iets aan de hand. Er gebeurt iets. Er wordt gedraaid aan knoppen. Er gebeuren zaken in deze frequentie waarin we zijn. En je voelt ook, het heeft alles te maken, niet alleen met de mensheid, het heeft alles te maken met jouzelf. Er wordt gedraaid ergens aan. Dus, ik zei tegen die mevrouw, je bent een vliegtuig ingegaan, er is een emotie, er zijn lichamelijke processen, uitbarsting van stoffen ook in het brein, die maken dat je energie voelt, spanning, een enorme dosis avontuur. En je staat daar en er wordt tegen je gezegd, en spring. En je springt niet. Wat is de reden waarom je niet springt? Toen zegt ze, ja, dat is het dus. Je bedoelt dus dat als ik uit het vliegtuig spring, dat ik, nadat ik de angstexplosie heb ervaren, ineens in de kracht terechtkom van wat het eigenlijk echt is. En dat opent zich dan. Zeg ja, precies. En dan heb je die gevoelens in jezelf aanstaan. En het uitzicht dan weliswaar via het lichaam, maar het is een proces dat dan voorbij het lichaam gaat. En zo zit ons leven, en daarom hebben we het ook over de mensbeleving in de natuur, omdat de natuur geen angst kent. De natuur is angstvrij. Er staat geen boom te huilen om de andere boom. Als die beslist te stoppen. Er is iets anders. Daar is een andere, ja, niet wet, reactie. Vanzelfsprekend. Heel normaal en organisch. Dus er is iets wat te maken heeft met de blokkades en de angsten in de mens. En dat zijn ook percepties van onszelf. Ook gedachten over wat deze tijd is. En waar je op moet wachten of dat je ziet dat het beter wordt. Dat het feitelijk niet wordt. Totdat jij het doet. Dan zitten al die blokkades, al die rempartijen, al die scenario's. Die je negatief kunt noemen, maar ook die je aanhangt tussen. En dat is eigenlijk waar deze bijeenkomst, deze samenkomst met elkaar op gebaseerd is. Omdat iedereen, jij, ik... Iedereen die, ga je wat luider spreken, iedereen die hier is, die is zich bewust, jij bent je bewust, dat je iets te doen hebt, waar je ogenschijnlijk niet direct bij kunt komen. En ik heb het over iets... waarvan ik weet dat het bijna altijd bij iedereen zo is. Je hoort het dat ik zeg, bijna. Is goed, ik ga gewoon door. Dus toen ik hier naartoe ging, ik ben hier Martijn en ik ben gewoon, ik hou van het leven hier. Ik hou ontzettend veel van het leven. Ik ben heel gek op het leven hier. Ik geniet van deze wereld. Ik geniet van alle mensen die aardig zijn, mensen die niet aardig zijn. Iedereen is hier en iedereen doet zijn best. Dat betekent ook elke dag uit dat iedereen, bewust of onbewust, doet zijn of haar het best om hier te zijn.
op de manier die past bij dat moment hier. Dat is een veel betere microfoon. Mooie zin. Dat weet ik ook niet bepaald. En wat we te doen hebben, is helemaal alles los te laten wat we al allemaal hebben gedacht over deze wereld. Dus ook waar we in zitten qua veranderingen, daar moeten we helemaal niet in geloven. We zien wat er allemaal aan de hand is, dat zien we. Maar we moeten helemaal bij onszelf komen en in onszelf komen en niet in een spiritueel beeld komen en ook niet in een bewustzijnstoestand wat ons wegvaart en wegvoert. Maar we moeten in onszelf terechtkomen waarin we juist heel helder zijn en ons bewust zijn van onszelf en ons bewust van de wereld. Nou, en ik kwam hierheen en ik heb gezien, ik ben deze wereld dus gaan ervaren, ik heb gezien welke spellen en programma's er hier worden gedraaid. En ik maak daar geen onderscheid tussen goede of kwaadaardige dingen. Dat zijn gewoon allemaal verschillende systemen. En ieder mens, ik heb het zelf gemerkt, ik ben hier ook, ieder mens heeft een invloedsingang. He? Dus op ieder niveau, of iedere trilling, ieder onderwerp in deze wereld, kan op ieder mens aansluiten. He? Dus we kunnen allemaal ons aansluiten bij de Bhagwan. Daar kunnen we allemaal inkijken en voelen, wauw, dat kan. Zelfs als je weet dat het daar niet over gaat, kun je dat voelen. Dat is onze inbeeldingskracht, onze verbindingskracht. Wij kunnen alles voelen. We kunnen ook vandaag allemaal 100%, wat dat dan ook mag betekenen, moslim worden. We mogen ook 100%, dat kunnen we, christen worden, wat het ook mag betekenen. Dat kunnen wij. Alles wat er is in deze dimensies aan informatie wat je bewustzijn, gevoelens prikkelt, daar kunnen wij in terechtkomen. En ik weet dat, ik heb zelf mijn onderzoek daarna gedaan. Ik ben overal ingegaan, de dingen waarin ik voelde, daar ga ik in en kijken wat er nu precies gebeurt en wie en wat dat is aan intelligentie die dat vertelt. Dus onze verbeeldingskracht en inbeeldingskracht, onze belevingskracht en verbindingskracht, omdat we ons kunnen verbinden met wat de ander meemaakt, dus ook wat er collectief gebeurt, is ook onze grootste valkuil. En die twee dingen moeten we ons bewust zijn. De mensbeleving is, de beleving van de mens is, dat zij dat is. Zij kan alles beleven. Je kunt elke pijn en verdriet van de ander voelen. En elke moeilijkheid van de ander kun je ervaren. Je kunt ook zien dat de ander die moeilijkheid zeer waarschijnlijk ervaart, dat weet jij dan voor jezelf zeker, vanwege dat die ander dat en dat doet. En daar en daar en daar en daar aan vastzit. En dat nog niet kan zien en dat nog niet kan zien. Dat kun je zien. Maar dat staat niet de beleving in de weg van de pijn en de moeilijkheden die de ander ervaart. Het zijn twee sporen. Beleving, beleven. Het leven beleven op alle dimensies, in alle dimensies, in alle lagen van jezelf. In verbinding gaan met alles wat er is. En dat niet worden. Ik kwam hier belevingloos eigenlijk. Ik heb niets beleefd. Ik wist niks van de aarde. Van wat hier allemaal speelde wist ik van alles. Maar ik wist niks van hoe het zou voelen. Dat wist ik niet. Dus ik ben er ook in gegaan. Ik vond het een hele mooie en vind het een hele mooie reis. Als mensen praten over bijna doodervaringen. De beleving. Misschien heb jij dat ook beleefd. De beleving. De ervaringen, de krachten, de warmte, de liefde, de betekenis, alles wat het is, kan het helemaal beleven. Ja, we zijn iedere keer op een andere manier bij elkaar. Heb je jezelf wel eens afgevraagd wat er zo echt is aan jezelf?
Welk deel van jou is echt? Hoe definieer je echt? Wat is het echte leven? Ik zit je hier niets te vertellen, hoor. Ik draag alleen frequentie uit. Ik weet dat je dit allemaal al weet. Anders kan ik ook niet praten. Wat is het echte leven? Wat is dat? Is dat je hart volgen? Heb je het gemerkt dat je je hart kunt volgen en het echte leven niet ontvangt? Het mogen allemaal mindbreakers zijn. Dus ik vroeg aan die mensen die ik heb ontmoet, naar alles wat jullie de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan eigenlijk in het hele leven, hebben jullie het over dat daar de trilling verhoogd wordt. De trilling, de frequentie gaat omhoog. Het is heel mooi, want deze mensen die zijn heel krachtige mensen. Die hebben dus ook een hele grote boodschap meegedragen en dragen die boodschap ook mee. En toen vroeg ik, hoe kan het dan dat als wij dingen doen, waardoor de trilling zich uitbreidt, opstapelt aan de binnenkant. Er komt meer frequentie, meer emotie, meer vrijheid, meer eigen autonome energie, meer eigen keuzes, verbinding. Hoe kan het dan dat we in een wereld leven zoals dit? Wat is er dan omhoog getrild? Wat is er dan uitgebreid? En waarom is de mensheid moe? Ja, wij ook. Zeg, hoe kan dat? Waar ben je dan zelf? He? Dat is de vraag aan ons. Dat is een kosmische vraag die wij hier in deze werkelijkheid moeten uitpakken voor onszelf. Moeten. Want het is een commitment wat je op de een of andere manier, op jouw manier hebt, dat je, als je hier bent, dat je jezelf zult uitpakken, en je niet laat meevoeren in de parameters die deze werkelijkheid vullen, zowel in de vervelende als ook in de goede dingen. Dus wanneer ben jij echt? Heb jij het voor jezelf gevonden? De momenten waarin je jezelf echt ervaart en voelt? Ja, hè? Die zijn er. En die momenten zitten ergens tussenin. En van origine is het andersom. Van origine is het zo, jij bent er zelf helemaal en deze wereld zit daarin. Weet je het al wat je bent? Het gaat er niet om wie je bent. Daar is het nog nooit over geweest. Wie je bent, dat weet jij zelf wel wie je bent. Maar het gaat er om wat? In frequentie, in trilling, in boodschap, in herinnering. De levende herinnering. Wat dat is. En wat het hier is, wat het doet, wat het brengt, wat het uitzet. Dit heeft niets te maken met spiritualiteit. Dit heeft te maken met origineel bewustzijn. Een reis in een andere omgeving. En dan ontdekken. Herontdekken. Wat dat zelf is. En wat het is. Wat
Wat is hoop? Wat gebeurt er eigenlijk bij hoop? Of een bepaalde vorm van wat we hier op de aarde zien als gebed. Wat gebeurt er? Wat ben jij? Het is essentieel dat de mensheid zichzelf weer gaat herinneren waar zij voor staat en wat zij is. Het is een boodschap van elders. Je bent boodschapper. Je bent een levende boodschap. Een levend veld, een herinnering van elders. Hier. Het heeft niets te maken met spiritualiteit en niets met religie. Het is op natuurbasis, de bomen, de natuur, gebaseerd. En zo is de tijd aangebroken dat de mensheid terugkeert naar haarzelf. En het zal met forse kraken en piepen gepaard gaan. En we hebben er allemaal jarenlang over gesproken, dat het zo niet langer kan in deze wereld. Dat mensen elkaar naar het leven staan. Dat ze elkaar aanvallen op huidskleur. Of op seksuele voorkeur. Of op ras, op cultuur. En de pijnen die daar allemaal mee gemoeid zijn. We hebben met elkaar allemaal gezegd van dit is niet oké. Dit is levensbedreigend. In de kern van wat leven is. Leven wordt beperkt. Dus het leven moet dan ook worden bevrijd. En we kunnen het leven niet bij elkaar bevrijden. Je kunt geen demonen verwijderen, want die bestaan niet. Dat is wat ze erin fluisterden. Waar wij getuigen van zijn en jij de leader in bent. Vanuit de hartkracht waar je vandaan komt, is dat de bevrijdingsbeweging waar de mensheid op dit moment doorheen gaat, dat je die komt laten zien door te tonen wat je bent en het in te zetten. Welkom in deze ruimte en tijd van wat ze voor ons hebben gecreëerd. Ik weet het, als het aan jou had gelegen, zag het er niet zo uit. Je zag het er even in aardse taal perfect harmonieus uit. Waren er geen verschillen? Is de aarde helemaal schoon? Is er geen geld wat onderdrukt of verschil maakt? Er zijn geen hulpbronnen? Alleen bronnen voor iedereen. Maar de ruimte en tijd waarin wij nu verblijven, is iets anders ingedeeld. En dat komt door grote verstoringen in het enorme experiment van wat we hier ervaren van de aarde. Wat daarvoor ook nog weer heel anders benoemd kan worden. Wat we vandaag maar gewoon puur bij het experiment houden, deze prachtige werkelijkheid. Het laat zien waarom de wereld zo onlogisch wordt bezocht door allerlei andere bezoekers. Soms buitenaardse genoemd. Maar ook in allerlei verschillende verdiepingen uit te leggen. Koninkrijken bezoeken aan de aarde. Door de ruimte en tijd die er is gecreëerd waarin wij nu leven, is er een heleboel niet mogelijk voor anderen. Maar wel mogelijk voor degene die erin leeft. En volg je hart en rol je pad uit, dat is één. Maar hij of zij die de eerste stap zet op dat pad, moet zich bedenken meegevoerd te gaan worden in dat pad. Want de ruimte en tijd die hier gecreëerd is, is gecreëerd om te misleiden. En om te af te leiden. En als je een pad loopt, als je een pad ingaat van een project, of een gedachte, of een hulpbehoefendheid, dan zul je zien dat je vrij snel wordt overgenomen door dat pad. Mensen die een dierenkinderboerderij zijn begonnen, ik haal zo even iets uit mijn rugzak van mooie ervaringen,
die daar 5 jaar keihard voor hebben gewerkt, hun hele oude bestaan hebben opgeruimd, met veel pijn en moeite zich hebben losgetrokken uit de familie, om een tussen aanhalingstekens alternatief leven te leiden, met de dieren en de kinderen, dat wordt alternatief leven genoemd. Die mensen zijn erin gegaan, en het pad waar ze in zijn gegaan, toen ze er eenmaal in kwamen, hadden ze hun punt bereikt. Daar waren ze. Boom, toen voelden ze het. Nu is het er. Schoon, fris, nieuw. En toen begon het pad door te draaien. En toen werd het een pad. Dus ze waren niet meer zichzelf. Maar ze hadden het idee dat ze deden wat ze deden. Dat dat was wat ze wilden. En wat ze ooit hebben gevoeld. En om dat te voorkomen, zo noem ik het nu, is dat nodig wat jij bent. Je mag niet in de ruimte en de tijd meer terechtkomen van iets anders. Bij de wederopstanding van het menselijk bewustzijn, het origineel van wie we zijn, moeten we ons terdege diep bewust zijn en blijven. En je moet het ook al echt aan onszelf geven. Je moet het niet naar elkaar toe doen, want dan gaat het belerend voelen. Dan gaat het corrigerend voelen. Dan krijg je weer zoiets van een ander die ziet dat ik uit de pas loop. Nee, zelf doen. Maar we zullen ons gedurende het hele proces waar we nu doorheen gaan, en dat zijn hele stevige processen, zullen we constant bewust moeten zijn dat de ruimte en tijd waarin we verblijven ter discussie moet worden gesteld met ons bewustzijn en dat er een andere ruimte en tijd moet worden gelanceerd vanuit jezelf. Welkom schepperkracht, mens van ooit. Ik wist en weet dat je het niet kan vergeten. Ik weet, en ik ben gewoon een puzzelstukje, maar niet belangrijk. Ik doe dit stukje hier nu. Ik weet dat je het niet bent vergeten. Er is iets heel unieks met jou. Jij bent heel uniek. Jij kunt eigen ruimte en tijd scheppen. En daarmee kun jij, naast het gegeven dat je erin kunt verblijven, dat weet je, dat heb je al vaker ervaren, kun jij in die eigen unieke trilling die je hebt gecreëerd, kun je heel bewust aanwezig zijn en heel helder beslissingen nemen. Toewijzingen maken in de matrix. We hebben dat vorige week ergens een dag in Kerkenveld ook gedaan. Het wervelen met elkaar. Ik heb heel veel jaren nagedacht, doorvoeld over hoe ga je nou met elkaar in gesprek in een wereld waarin eigenlijk groepen zo plakkerig zijn. Voor je het weet zit je in een of andere cult. Voor je het weet zit je weer in een of andere, zit je weer bij een goeroe. He, voor je het weet, ga je elke keer op iemand zijn site kijken. Foei! Je moet op je eigen site kijken. Hier. Daar ligt het. Ik heb daar heel diep over nagedacht en gevoeld. En kijken. Hoe kun je nou met elkaar in contact komen. Dat je al die dingen kunt benoemen. En toch als een netwerk, bewustzijnsnetwerk. Wat floreert door de inzet van iedereen. Wat er is doordat mensen allemaal vanuit zichzelf aanwezig zijn. Hoe kun je het zo doen dat je binnen de weerstanden die groepen op deze aarde, hè, hoe die zijn geformeerd en de allergie die er is op ontstaan en meestal niet ten onrechte, hè, laten we het gewoon hardop durven noemen. Hoe kun je nou met elkaar samenwerken? Hoe kun je met elkaar wervelen? Hoe kan mijn ruimte en tijd effect hebben op jou? Hoe kan jouw ruimte en tijd effect hebben op mij? Hoe kunnen wij als een One Voice Nation hier op de aarde, vanuit het hart, samen wervelen en iets inzetten. Ieder mens is uniek. De beleving van het leven is onze grootste kracht. Samen wervelen met je grootste vijand is een makkie. Degene met de grootste weerstanden om zich heen, het is appeltje-eitje.
Je hebt de beleving, je kunt zo zien waarom dingen zijn zoals ze zijn. En voor de mensen die erachter blijven hangen en haken, dat zijn allemaal tools. Die heb ik ook gedeeld. Dat hoeven misschien helemaal niet jouw tools te zijn. Maar er zijn allemaal gereedschappen om weerstandsvelden in jezelf aan te pakken en op te ruimen. Zo zijn we hier bij elkaar, als een groep mensen die zich bewust zijn van iets heel bijzonders. En dan kun je gelijk overheen zeggen, ja, het is ook heel normaal, dat doe ik dan ook vaak, dat ik het er overheen zeg. Voor de mensen die het idee hebben dat ik dan het menselijke soort ophemel. Nou, we zijn meer neergehemeld. Ja, wat is er allemaal aan de hand met jou? Wat ervaar je? Ik zit hier, ik stel die vraag als een broeder. Niet als een meerdere en ook niet als een mindere. Gewoon puur hier. Wat is er allemaal? Hoe ziet je leven eruit? In deze laag hier? Kijk maar, weet je nu. Hop, dat is je leven. Hoef je niet eens in details te pakken, hè? Je kan het in één poep, zo, daar is die. En dan het andere leven. En dat noem ik dan het niet-systemische leven, voor mij is dat het echte leven, waar je werkelijk door geraakt wordt. Waar je voelt van, ja, dit is waar het over gaat, mijn aandacht gaat daar naartoe, ik moet daarmee bezig zijn. Ik denk daarover na, ik voel daarover na. Hoe ver ben jij bereid om jezelf terug te halen in hier? Dat is geen vraag die ik stel die jij zou moeten antwoorden. Het is een vraag. Toen ik hier kwam, in deze wereld kwam, feitelijk is dat dus, ik praat nu vanuit een andere informatieveld dan wat we allemaal geleerd hebben, waar jij inmiddels ofwel door mij of door anderen of puur vanuit jezelf van op de hoogte bent. Ik heb gezien hoe mijn lichaam, wie ik werkelijk ben, hoe dat is in bandbreedte, hoe 99% daarvan in elkaar schoof, zo noem ik het nu, in elkaar schoof met het uiteindelijke resultaat dit, wat ik nu ben. En wat je hier ziet, dat lijkt heel erg op wie ik echt ben. Dus mijn oorsprong zit hierin. Dat is ook wat ik voel. Dat is bij ieder mens gebeurd. Een hele andere reis. Op het moment dat je gaat overlijden, zul je merken dat niet kan. Je zult zien dat er geen overlijden is. En ook geen uittreding. Je zult zien dat je niet door het licht gaat, dat er geen engelen bestaan. Je zult zien dat al die scripten, al die mogelijkheden, dat die allemaal een onderdeel zijn van dit veld. En in dat moment kun je ook zien dat het allemaal verschillende producers heeft. Met allerlei andere redenen en motieven. Omdat ze wilden dat jij met je bewustzijn daarin zou koppelen, omdat je schepper bent. En jouw ruimte en tijd hebben zij nodig. En op het moment dat je overlijdt, zul je zien, en die dag zal er zijn dat dat niet gebeurt, maar iets anders, zul je zien dat je lichaam zich expandeert in een paar niet te benoemen momenten van tijd, waar je in één tel, woem, helemaal weer origineel bent, gezond en wel, en dan sta je voor een spiegel en je kijkt naar jezelf, je kunt het zelfs zien tijdens het proces. Kun je naar je lijf kijken, zul je zien dat je jezelf tegenkomt, die persoon van de aarde, maar dan volledig volwaardig en heel. Dus ook in jou, net als ook in mij, ligt de kern van wie je ligt, van wie je bent, verscholen. En iedereen zoekt de oorsprong, iedereen zoekt
de contact naar thuis. Maar die vind je in geen boek. Nergens. De contact naar thuis, de doorgang van thuis, dat je dingen herinnert, letterlijk weet, niet fantaseert, zijn mensen die dat beweren en het wel fantaseren, altijd eerlijk zijn. Altijd eerlijk zijn, de weg naar huis, alles wat je je kunt herinneren, kun je dus nergens vandaan halen, het kan alleen vanuit jezelf. En dat hebben we al 100.000 keer op de aarde gezegd, hè? Kom tot jezelf, kom in je eigen kracht, leef je eigen kracht. Maar wat is dat nou eigenlijk? Die eigen kracht is je eigen unieke ruimte en tijd. En daar gaan we straks met elkaar even rustig naar kijken, of we dat met elkaar ook kunnen ervaren. Je kunt het een bekrachtiging noemen, noem het wat je wilt. Het is een moment voor jezelf, waarin je puur alleen nog zelf overblijft. Alleen jij. En daarin ook mag beseffen, je wijst de verkeerde kant uit, Arjan. En ook mag beseffen dat, dat je dat niet alleen doet, dat je het met andere mensen doet. Ik ben mijn hele leven geprobeerd te worden, om niet hierover te spreken. Om niet te spreken over die unieke ruimte- en tijdfrequentie van jezelf. Omdat het de sleutel is van de mensheid. Letterlijk. Even een stap verder. Besef dat waar wij het over hebben. Dat het voorbij gaat het afwachten totdat regeringsleiders beslissingen nemen die kloppen bij wat er eigenlijk moet gebeuren. Het scheppen van unieke ruimte en tijd slaat processen helemaal over. En er is heel wat aan de hand in de wereld. Discussiëren heeft geen zin. Heb je het geprobeerd met mensen te discussiëren? Ja? Geprobeerd? Om het, nou ja, niet een discussie, maar hè, ik heb mijn inzet geleverd om iets te vertellen over waar ik mee bezig ben. Heb je gemerkt dat dat niet altijd, maar dat het merendeel heel lastig is, dat je niet de data van de ander die in jouw netwerk verschijnt, deze werkelijkheid, dat je die niet zomaar met de taal van deze wereld kunt veranderen. Dat lukt niet. Daar is iets anders voor nodig. Hoe zou je het vinden dat je met jouw vermogen en samen met mensen hier en over de hele wereld. Maar jij bent degene die het doet. Want als jij het niet doet, kan de hele wereld het doen. En dan verandert er niks. Hoe zou je het vinden? Dat je de oorlog die in mensen zit geprogrammeerd, die op dit moment de hoofdfrequentiedragers zijn van de dreigende situatie op aarde. Hoe zou je het vinden? Dat je via jouw eigen ruimte en tijd, die je zelf schept, een afbuiging maakt op de ruimte en tijd waarin je leeft. Waarvan het gevolg is dat jij de tv aanzet en dat dingen gewoon ineens anders zijn. Weet je wel hoe belangrijk je bent, hoe waardevol? Weet je wel hoeveel mensen en wezens en andere intelligenties en ook mensen van deze wereld die wij niet hier te zien krijgen, hoe onzagwekkende respect die hebben voor jouw slagvaardigheid, wie je bent, ook hoe je door het leven loopt en wat je onderzoekt en dat kroonjuweel daar binnenin, je eigen bewustzijn, weet je hoe uniek dat is? Dat jij hier bent. Het is geen toevalligheid. Of je hier nou bent gekomen op een vervelende manier, of op een hele bewuste manier die vervelend is, of op een hele spontane toevallige manier die heel leuk is, of op een hele bewuste manier die heel leuk is, het maakt allemaal niet uit. Je bent hier nu. Weet je hoe waardevol het is dat jij er bent?
Het klopt hoor. Alles wat je hebt gedaan, alles wat je weet, het klopt allemaal. Het klopt niet omdat ik het nu zeg hoor. Dat weet jij al. Trek jezelf maar recht. Het klopt allemaal. Alle deuken eruit, alles klopt. Wij zijn geen probleem, jij bent geen probleem. Je bent een aanwinst, een frequentie van liefde, van intentie en aandacht. We leven in een hele mooie tijd, omdat ook via de onder andere kwantumfysische onderzoeken wordt aangetoond dat menselijke aandacht, focus, betrokkenheid, echtheid, de kleinere deeltjes, die wij dan nu als kleinere deeltjes zien van wat we materie noemen, van richting veranderen. Dat wordt allemaal nu gezien. Wat is jouw aandacht, is jouw bewustzijn in staat om draaggolven waar materie uit bestaat naar een andere uitkomst te brengen? Wat is dematerialiseren dan eigenlijk? Dat. Er waren oude volkeren die snapten dat. Die hebben zichzelf gewoon opgeheven. Die zagen het, ze wisten het en ze gingen naar huis. Boom. Simpel. Het is gewoon een kosmische wet verbonden aan het bewustzijn of andersom. Bewustzijnswet zichtbaar in een universum, zoals hier. Hoe zou je het vinden dat je dat weer kunt zien, kunt ervaren, door hetzelfde te doen? Wij zijn niet nutteloos. Hoeveel mensen voelen zich nutteloos in deze wereld? Dat je voelt, ik kan veel meer. Ik heb veel meer in mijn mars. Ik heb veel meer in mijn hart. Ik zie het. Ik ben dankbaar dat je bent gekomen. Niet om naar dit te luisteren. Maar om dit met elkaar in het veld te takelen. Dat is wat we doen. Dus wat is dan een mensbeleving? Wat is het? Ik vind mensbeleving ook plezier hebben. Vind ik hartstikke fijn. Lachen. Genieten. Ik heb 3 weken lang daar in het zuiden van Frankrijk, na vele jaren, weer een keer lekker in het grote meer tussen de mooie bergen mogen liggen. Op een gedeeltelijk in, een opblaasstoeltje. Niks geavanceerds aan, maar het was alles. Het dobberen op het water. Het door het water kijken wat sprankelend helder is, wat uit de bergen komt en de vissen te zien. Maar het stopt niet binnen de kaders wat we vakantie noemen. Het is het hele leven. Het is het volledige leven. Het is barmhartig zijn, maar het is ook die barmhartigheid inzetten. Dus wat ben jij? Ik kom er nog een keer op terug. Pak hem maar eens in beeld. Ik vraag je hier niet om te visualiseren hoor, daar ben ik de persoon niet naar. Het gaat bij mij altijd om weten op je eigen manier. Maar je kunt hem in beeld of in weten, kun je jezelf pakken. Als jij stopt met meedenken. En ook met meevoelen in de wereld. Komt alleen nog maar uit bij jezelf. Zuiver bij jezelf. Het enige wat je dan kunt waarnemen, dat is puur jezelf. En het waarnemen van jezelf is dan, ik besef dat ik besta.
Mijn bestaan is dit moment. En dat kun je in een beeld zien. Op het moment dat je jezelf ervaart. Kalm. Rustig. En dat kan 10 seconden zijn. Dat kan ook 10 uur zijn. Dat maakt niet uit. Dat is wat het is. Op het moment dat je jezelf ervaart in het beeld, ontstaan er draaggolven uit je bewustzijn die het veld inreizen. Je schept energie. En die energie, die trillingen en de taal van dat veld, van die bubbel, dat wordt maar 1 keer gecreëerd. Dus uniek. En het is onmiddellijk weg opgevolgd door het volgende. En nou leg ik het uit als een opeenvolging in tijd, maar het functioneert anders. Maar wat er gebeurt is dat er energie wordt gecreëerd. En die energie, als je kijkt naar de taal, naar de trilling van dat veld, als je dat in aandacht neemt, dan is dat een taal waar niets op kan aansluiten van deze wereld. Dat bedacht is in een systeem. Dus als je die frequentie aan gaat zetten van jezelf, dan kun je alleen nog maar met spreken met mensen, en die komen ook alleen nog maar op je pad, die taal zijn. Ik praat nu over de absoluutheid van de verlichte staat van het bewustzijn, van origine. Dat als dat volledig aan is, operationeel, dus het neemt niet af in waarde, dan kunnen ook geen situaties meer ontstaan in de wereld, ook niet aan de andere kant van de planeet. Er kunnen geen situaties meer ontstaan in jouw werkelijkheid, omdat ze niet aansluiten op de trilling die jij schept. De beleving van de mens, wat leven is, is enorm. En er zijn grote oorlogen geweest in het tijdsvacuüm waarin wij nu leven, deze wereld. Hier is heel veel gebeurd in deze wereld, we noemen dat hier een matrix, hè. Maar het is heel groot hoor, het is niet zomaar even een matrix van controle, echt niet. Het is veel groter allemaal dan dat. Maar er is hier heel veel gebeurd. En door de vele gebeurtenissen heen, die er nog zijn geweest voordat de mensheid zoals we hier nu zijn, hebben plaatsgevonden, is er ook een hele grote afwezigheid dat het veld waarin wij leven, dus de dimensie waarin wij leven, het ontwerp, de schepping waarin wij leven, er is heel veel gebeurd dat die schepping, het ontwerp, de taal bijna niet meer in zich draagt, tot bijna helemaal niet, om te kunnen reageren vanuit die schepping. En daarom zijn er mensen nodig die het weer opnieuw opstarten. In feite ben je een inlerend bewustzijn uit een andere werkelijkheid. En dat noem ik dan dat met een verlicht hart, met een koepel om het hoofd van goud. Dat is de schil van wat je zelf aan energie neerzet. En jij komt het bewustzijn van deze aarde aanspreken door jezelf te tonen, je eigen frequentie te scheppen. En het bewustzijn wat jij toont aan deze wereld is een command, is een galactic command, een grote kosmische opdracht, waardoor de realiteit waarin wij leven weer gaat reageren. Dus dat deel wordt weer tot leven gewekt. Dat door grote oorlogen en miscommunicaties, voordat wij deze werkelijkheid zijn gaan ervaren, wat hier allemaal is gebeurd. Dus we komen het leven zelf zijn, een ander deel, het origineel deel van jezelf aanzetten. Je hebt de beleving in deze wereld wat er allemaal aan de hand is. Je zet jezelf aan en je brengt dat deel helder
en rustig de wereld in, je eigen unieke ruimte en tijd. Daar zet je opdrachten in met weten, heel gericht, dat is geen wens, puur kwantumfysica. En je brengt hem naar de plek toe waar je weet waar hij heen moet. Maar je kunt ook één keer in de 4 jaar stemmen. En dat is vanuit hier bekeken ook allemaal, ik praat niet over goed of slecht, dat is ook allemaal mogelijk, maar er zijn grotere wetten waar wij een onderdeel van zijn, en die moeten we gewoon weer opnieuw inzetten. En mijn nadruk ligt hem op, mijn komst hier in deze wereld, ligt mijn nadruk erop, bewustzijn bij ons allemaal bespreekbaar te maken, terug te keren naar zichzelf en op te houden met alle systemen waarin je zit. En dat is heel groot wat we aan het doen zijn. Gisteravond was ik nog thuis, en vanochtend ook nog, het fysieke huis dan in Friesland. En er zijn wat kuikentjes geboren voordat dat we naar Frankrijk gingen. Ja, het was niet de bedoeling, zeg maar dat gebeurde wel. En dat is mooi, hè, als dingen gebeuren die je niet wilt. En dat je kunt kijken hoe je de ruimte daarvoor kunt creëren. En dan zie je dat het altijd gewoon kan. Alles kan. Alles kan. Je moet alleen ruimte maken met je gedachten. En er was één kuikentje die had eigenlijk van het begin af aan al de neiging om steeds op zijn zij te liggen. Dus als het kuikentje overeind kwam, kukkelde het gelijk weer terug. Dus één pootje was slap en niet goed ontwikkeld, zeg maar. Toen zijn we dus naar Frankrijk gegaan, een beetje gewoon lekker ruimte gegeven om te eten en te drinken en het leven te ervaren wat dan wel kan. Geen drama erop. En gisteravond heb ik het kuikentje, het kipje, het is een kipje, heb ik uit het bakje gehaald, uit het hokje gehaald. En ik begreep van Raymond, mijn fysieke zoon, dat hij al met het kuikentje naar de dierenarts was geweest, naar de pluimveearts. En ik vroeg van, goh, wat hebben ze iets kunnen zien, kunnen voelen? Nee, eigenlijk niet. Oh. Maar wat heb je uitgelegd of teruggekregen? Ja, nou eigenlijk niks. Ik heb uitgelegd wat het probleem is. En dat onderzocht en het pootje was eigenlijk gewoon goed. Oh. Nou ja, dus ik heb gisteren dat lieve kuikentje eruit gehaald. Op mijn hand genomen. Dan kun je 2 dingen doen, hè? Je kunt veel meer dingen doen, maar grofweg 2 dingen. Ik kan bezig gaan met het probleem. En dat is logisch. Dat is de logica. Ik kan kijken naar dat pootje, naar dat beentje. En dus mijn bewustzijn positioneert zich daarop. Maar ik kan ook eerst mijn zorgzaamheid openen. En het beestje in mijn hand houden. Dat heb ik ook gedaan. Pootje zo tussen mijn vingers door. En ik keek me zo aan. En er kwam een hele ontspanning in zijn oogjes. Hele mooie, heldere, volwassen ogen. Van een klein kuikentje. Niet meer piepklein, maar zo ongeveer. En ik praat zo tegen haar. Ik zei, het is goed. We zijn hier samen. Wij kijken elkaar aan. En dat deden we ook. We keken elkaar aan. En het beestje begon te ontspannen in mijn hand. En ik ervoer mezelf heel duidelijk in mijn aandacht naar dat levende wezen. En er was een moment van ruimte. Een moment van aandacht.
Dat kun je niet simuleren. Je kunt doen alsof, je kunt het simuleren, maar dan ontstaat niet die frequentie. En het beestje was heel wit in het gezicht. En binnen een paar seconden, boep, het gezicht weer doorbloed, rood. En ik kon het voelen met mijn handen. Je hoeft niet te leren aura's te lezen. Dat kun je ook niet leren. Je hoeft niet te leren energie te begeleiden. Want dat doe je namelijk al. We zijn het. Iedereen. Er zijn wel cursussen voor, maar het is nou niet echt nodig. Het beestje wordt wakker. Bewust. Ik til het zo op. En ik begin het zo zachtjes over het buikje gewoon wat aan te raken. Een liefkozing, maar ook een gevoel van delen van wie ik ben. Je weet het, hè? Je deelt je energie in het moment van de unieke ruimte en tijd die er is gecreëerd. En ik wrijf zo verder over zijn buikje, haar buikje, over de pootjes. En ik kijk zo naar die mooie pootjes. En die gaan in teentjes gaan zo heen en weer. Heel mooi, heel intelligente, mooie voetjes, heel warm. Ik heb zo een voetje vast en ik voel het andere voetje. En nog een keer en nog een keer. Ja, ene voetje is heel warm, schoon, normaal, warm. Andere is heel koud. Dat is het enige wat je hoeft te weten. En ik neem haar in mijn hand. Blijf bij jezelf, vaar niet weg in ik ga jou genezen. De unieke ruimte en tijd en het samen met elkaar, het geven van de aandacht, het geven van het leven, het delen van die unieke ruimte en tijd, beschikbaar samen en met elkaar in. Het duurde een paar seconden en het was klaar. En dan heb ik haar weer teruggezet in het hokje. Lekker drinken en eten. Dus ik vertel dat aan Raymond, toen zegt hij nou... Die dierenarts heeft dat helemaal niet gevoeld, helemaal niet gemerkt. Dat het pootje helemaal koud is. Waar is hij? Ik zei, in het hokje. Nou, ik er ook heen. Pootje voelen. Ja, die is koud, die is warm. Nou zeg, moet ik daar 40 euro voor betalen? 22 jaar, puur natuur. Kijkt natuurlijk ook naar dat aspect. Ik zeg, ja. Want daardoor zijn wij ook gaan kijken. Omdat we te horen kregen. Ja, ik was er niet. Alleen maar had besloten, ik ga naar de dierenarts. En zo kun je het zien in het traject, dat alles dingen ook aan elkaar vastzitten. Dus in plaats van dat we dat dingen lostrekken van elkaar en zeggen, dit is fout en die heeft zijn best niet gedaan en die kan het niet, kun je ook zeggen van, oké, nou, alles zit met elkaar in verbinding en nu ben ik hier. Nou, en ik weet niet hoe het verder gaat met het kipje, maar het was de unieke ruimte en tijd geven. Zo zit ik hier ook, met jou. Je verblijft op dit moment in een deeltje van mijn unieke ruimte en tijd, omdat ik het je geef. Mijn hart staat open. Ik vind je een mooi mens. Ik ervaar je op mijn manier. In alle inzet en liefde die je geeft aan de wereld. Maar ook in alle vragen die er zijn. En ook de irritaties die er zijn. Kom maar in mijn ruimte en tijd. Welkom. Want het is iets wat ik schep en het is voor het leven. En ik zou willen vragen of we de aankomende paar minuten, ieder voor zichzelf op eigen manier, neem je aandacht eens bij jezelf, dat je bewust bent van jezelf, dat je eigen trilling, je eigen zone, je eigen bewustzijn beseft. Je bent al volleerd, hè? Je weet alles al, alles is er al. En dat je dat op een bepaald moment helemaal naar je eigen gevoel en weten en denken, dat je het openzet, helemaal met elkaar, naar elkaar toe hier, dat iedereen daarin mag verblijven. Eén grote, unieke ontmoeting met elkaar.
mochten er nog wat remmen zijn of wat dempingen, dat je doorbreken kunt, gooi al die deuren maar eens open met je hart en met je hoofd ook. Gooi maar open en toon je eigen uniekheid via je voorstellingsvermogen, je vermogen om te kunnen delen. Stuur het maar gewoon zelf het veld in. Breng het maar naar elkaar toe. Laat jezelf maar zien. Zet die instructie maar eens in het veld, omdat deze matrix waarin we leven, is daar heel erg bij gebaat dat je dat doet. Dus je laat het niet gebeuren in een automatisch proces, maar het gebeurt omdat jij het doet, dus iets anders. Dat is de leading edge. En zo heel bewust het rondje makend, met veel woorden, via veel woorden. Is dit een soort, ja, kosmische mixer, om alles een beetje zo bij elkaar te brengen. Ik denk dat we dat ons terdege bewust moeten zijn. Dat we vandaag ook hier bij elkaar komen en dat we dat over de hele aarde doen. Mensen komen bij elkaar. Ze zien het. Er moeten dingen gezien worden. Maar ook zo'n moment als hier, hoe hartelijk dat is. En misschien zitten hier wel mensen die de andere paar mensen wel kennen, maar daar niets meer mee te maken willen hebben. Ja, dat is voorbij. Dat bestaat niet. Je kunt wel een beslissing hebben ergens van, nou, het is goed zo. Maar het hoeft niet bevoorraad te zijn met afscheidende gedachten en oordelen. De dingen moeten gewoon schoon zijn. En zo zitten we hier bij elkaar. En het is dat wat ik net wilde zeggen. Ik denk dat we ons goed bewust moeten zijn. Dat ieder mens die hier zit, liefde voelt voor het leven. Ieder persoon die hier naast jou zit, of waar dan ook, voelt liefde voor het leven. En ik loop nu 50 jaar zo, in dit momentum van parameters aan geheugen loop ik hiermee. En ik zie dat het werkelijk zo is dat
iedereen die ik ontmoet, en ook daarbuiten hoor, maar ik heb het nu over de ontmoetingen, dat het net als jij mensen zijn die echt van het leven houden, die het leven mee willen assisteren vrij te komen. Dat ieder mens uit de zorgen komt en weer in de connectie van het leven. En dat we met elkaar goed willen zorgen voor de natuur, voor de aarde. Voor die blauwe planeet. En voor de dieren en al het andere leven. Dat is wat we moeten beseffen. Dat bewustzijn, dat moeten we aanhebben. Dat iedereen hier om jou heen, ook al ken je die persoon niet, zit hier met dezelfde dosis liefde en dezelfde dosis inzet om het leven te openen. En ieder mens heeft net zoveel liefde voor het leven als jij en kan die liefde ook aan jou geven. Vraag: ben je klaar om die liefde te ontvangen? Van een vreemde die op je pad komt, in je ogen kijkt en door je ogen kijkt. Waarin je de vriendelijkheid en de allerhoogste verzorgingsstaat van het leven ontmoet. Hier ook, hier ook, ook hier, juist hier. Ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan in je leven, maar ik loop wel met je mee. Jij weet ook niet wat ik allemaal heb gedaan in mijn leven. Maar de verbinding die we hebben gelegd, die loopt wel met me mee. Als ik in Harlingen loop over de pier en ik loop daar met Wendy, dan lopen we met de hele mensheid. We kijken naar de mensen en de mooiheid. We zien de mensen die voorbij fietsen, roekeloos, ongeïnteresseerd. Maar ze zijn er wel. Durf je dat? Liefde te ontvangen, aandacht, intentiekracht, het goede van de ander. Want bij de terugkeer van het menselijke potentieel moeten we daar ook over navoelen. Ben ik in staat om liefde te ontvangen? Kan ik de ander echt aanvaarden? Durf ik een knuffel te krijgen? Of een omhelzing te geven aan die ander? Ja, die is wel erg groot, die maar niet. Ik neem de kleine. Echt bij iedereen. Moet eens kijken. Kijk nou eens gewoon naar elkaars gezicht. Moet eens kijken wat een uniekheid hier. Het leven is een wonder. Het is een wonder dat we hier zijn. En als het hier echt de place to be was, hè? Dan landen zij massaal. Maar er is hier iets anders. Ik heb het in de afgelopen jaren heel veel gezien en gevoeld op mijn manier. En het is dan mijn gevoel, hoe ik dat ervaar. Ja, dat de voorkeur wel vaak gegeven kan worden aan dan het geven van de liefde. Want dat heb je in de hand. Dat kun je zelf doen. Maar liefde en echte vriendschap, oprechtheid. Een groet, een knik. Een waardige blik. Een ondersteuning naar elkaar toe. Het voelen. Ja, ja, klik. Het vraagt openheid. En openheid is een bewustzijn. En dat heeft niets met spiritualiteit te maken.
Je hoeft niet ineens allemaal puur in de liefdesfeer te gaan zitten. Het gaat om ontvangen. Het gaat om het kunnen zien. En ik denk ook dat dat ook de moeite is wat ik tijdens en nu en dan tegenkom. Dat mensen die elkaar vaker ontmoeten in groepjes, dat die mensen elkaar allemaal vervelend gaan vinden. Want dan hebben ze elkaar zo vaak gezien, dan bedenken ze, ja, ik zie steeds dezelfde. Ze bedenken dat ze steeds dezelfde mensen zien. Maar als je kunt ontvangen en als je geeft, dan is ieder moment steeds weer nieuw en echt. En een moment wat betekenis heeft daar in dat moment. Ik was 23 jaar. Toen had ik een, ik heb een zevendaagse, zo noem ik dat, een zevendaagse bootcamp gehad met mensen uit de Syriaanse wereld. Dus niet Syrië van de Syriaanse wereld van de ster, maar dat zijn complete verdiepingen van werelden. Dat zijn eigenlijk universa door elkaar heen. Ik was 23. Ik was, het ging over de dingen die ik weet, maar de dingen die zij mij assisteerden, omdat eenmaal hier zijn, dan is er een bepaalde ervaring bijgekomen, namelijk het hier zijn, wat best zwaar is. Hier zijn is zwaar. Het is hier heel mooi. Ik vind het een paradijselijke omgeving. De natuur heb ik het dan over, in haar originaliteit. Maar hier zijn maakt het zwaar. En ik had een zevendaagse bootcamp, die niet zeven dagen achter elkaar was, maar die zich afspeelde in 42 dagen. Tussen de tijd door waarin ik leefde, toen ik 23 was. Maar toen ik 23 was, toen heb ik een tijd gewerkt op een scheepswerf in Harlingen. Dat deed ik samen met het management van de rederij die de boten liet bouwen. In opdracht van Japanse mensen waren dat. Liep ik met hen door alle boeken heen van de lastnaden of die goed gelast waren. En dat moest dan gecheckt en ingevuld worden. Nou, de boten zijn nooit gezonken, dus ze zijn goed gecontroleerd. Maar we hadden het eigenlijk over altijd hele andere dingen. We hadden het over de cultuur in Japan. En hij vertelde me alles. Een heel klein Japanse man vertelde me alles. Maar in die tijd, heb ik, terwijl ik dat ook deed, heb ik ook een bootcamp gehouden. In die 42 dagen. Waar ik mensen ontmoette die een stuk groter zijn dan de mensen van de aarde hier. Als ik het in de maatvoering zet, dan zijn ze denk ik 3,5 meter lang. Maar de verhoudingen zijn gelijk aan van ons. Dus het is eigenlijk net alsof je gewoon een zoom groot glasje plus indrukt. Tik, 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 tik en dan wordt het gewoon groter. Hun afmetingen zijn groter. Hele mooie kleding. En het ging over het terughalen van de eigen unieke kracht. Dus het zelfbewustzijn. En zij stonden erbij. En ik deed bepaalde oefeningen die ik thuis heel goed kan doen. En die ik ook heel goed kan doen als ik alleen ben. Maar zodra er externe waarneming op komt, dan komen er verschillende dingen bij elkaar. Ik noem het bemoeienis eigenlijk van het bewustzijn van een ander. Die wervelt door mijn informatieveld heen, waardoor de parameters van het reactieveld van op mijn unieke ruimte en tijd eigenlijk onder druk komen te staan. Zo hebben we flink wat dingen gedaan. Dat ging over gewichtloosheid, door middel van ruimte en tijd. De aantrekkingskracht van de aarde op nul zetten, zo noem ik het nu, want de aarde heeft helemaal geen aantrekkingskracht, dat is iets anders. Maar op nul zetten en daarmee omhoog kunnen gaan. Op een halve meter of een meter boomstammen omhoog laten komen in de ruimte en tijd. Het was een heel intens bootcamp, want het ging heel vaak fout. Ja, dan was dat natuurlijk een halve dag geweest. Vraag je af, waarom had je 7 dagen nodig? Omdat het 6 dagen fout ging. Maar daar ging het specifiek over het genereren van je eigen ruimte en tijd. En dat deed ik. Ik deed dat door te denken aan mijn woning, waar ik vandaan kom, waar ik echt leef. Dus aan het land wat daar is, de dieren die daar leven, het grote, ja, ik noem het even een heel groot reservaat. Het is een wereld op zich. In die wereld zijn alle mensen die daar leven, die zijn
bewaarders, verzorgers voor die omgeving. De natuur redt zichzelf, er is geen bemoeienis mee, gaat al miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren zo door. Maar het er aanwezig zijn is een soort communicatie, zoals bomen met elkaar communiceren. Communiceer je als mens daar ook. En dus ik dacht, richtte mijn bewustzijn gewoon op thuis. En zodra ik mijn bewustzijn richtte op thuis, was onmiddellijk de ruimte en tijd aangepast. De boomstam kon ik gewoon zo met mijn voet. Ik zou de boomstam pakken, grote eikenboom, moet ik zo oppakken. Zo omhoog, zonder gewicht, zo omhoog doen. En dan bleef gewoon de lucht zweven. Daar waar ik het wilde. Dus de wetgeving van de natuur, van waarin wij leven, dus kwantumfysica, die reageerde op mijn zuivere staat van mijn eigen ruimte en tijd. Daar waar je eigen ruimte en tijd is, zijn simpel gezegd oude afspraken ongeldig. Check. Je moet je goed onthouden. Voor alles wat we in de wereld gaan doen. Ik heb in 2020 heb ik een uitzending gedaan in Kerkenveld. Die ga ik overmorgen op mijn website zetten. Die heb ik toen afgehaald. Met het idee van, nou, die 1000 mensen die daar toen live naar keken, die hebben dat allemaal gehoord. En dat is prima, dat is nu gehoord. Maar over een paar jaar, als we in die tijd zitten, zet ik hem er weer op. Dat is dan overmorgen. Het gaat over, feitelijk, ik praat er niet feitelijk over, maar het gaat over het scheppen van die eigen unieke ruimte en tijd. Maar wat mijn grote kameraden deden, dus dat zijn, laat ik zeggen, teachings, maar het is niet het juiste woord, het zijn eigenlijk informatieve, educatieve momenten, hè, dat je dingen oefent. Wat zij deden, was met mijn toestemming mijn geheugen enigszins dempen. Dat was op zich al een hele toestand om het gedempt te krijgen. Dat lukte dus niet. Dus wat daar is op een alternatieve manier, hebben zij een soort zwaartekracht in mijn fysieke brein kunnen inbrengen. Dus een zwaartekracht. Dus ons brein draait, deze wereld is ook een soort zwaartekrachtveld. Waardoor ik me wel wist te herinneren waar ik vandaan kwam, maar het niet helemaal van binnen kon ervaren. Dus de ervaring zat net op een andere plek. En op dat moment kon ik dus dat niet, die boomstam omhoog krijgen. Ik kon ook niet iemand anders die meedeed aan het experiment uit een systeemgedachte halen. Dat deden ze bewust om mij te laten voelen van hoe het is om eigenlijk zonder een geheugeneffect, ik praat dan over geheugen, weten waar ik vandaan kom, om dat zonder dat effect ook te snappen en te weten dat ik dat snap vanuit hier. Dus dat ben ik gaan snappen, ik ben het gaan ervaren. Door het ervaren ben ik gaan voelen wat het eigenlijk is. Om hier te zijn zonder te weten waar je vandaan komt. Dat was voor mij een hele vreemde gebeurtenis. En was blij dat het daarna ook weer terug was, toegankelijk. Maar wat we hebben gedaan, is in de momenten waarin ik mijn eigen ruimte en tijd niet kon op aanzetten door te weten waar ik vandaan kom, heb ik de weg kunnen vinden. Hè, dat zijn vele taken die kun je alleen aan. Ik kan hier ook alleen taken aanzetten als ik, doordat ik hier ben, vanuit dat ik hier ben, vanuit deze, want anders is het theorie, moet het hier ontdekken wat ik wel en niet kan, hè, net als iedereen. Maar ik heb toen ontdekt en ervaren hoe het is om ruimte en tijd te scheppen zonder mijn herinnering. En daar ging het om. Het was een 7-daagse bootcamp. En het was ook ontroerend. Omdat daarmee eigenlijk een weg open ligt om ook een mogelijke weg, als die er dus nog is, en op dit moment is die er dus nog wel, dat hele vertakkingen van de mensheid gaan straks weten waar ze vandaan komen. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. Het zijn grote schokgolven onderweg. Maar zolang dat er nog niet is, dat ik een route heb om te begrijpen vanuit de eigen ervaring wat er eigen ruimte en tijd is en hoe ik dat zou kunnen bespreekbaar maken en kan inzetten met andere mensen. Dat is waar ik nu ben aangekomen in mijn reis. En volgens mij is daar deze ontmoeting ook op gebaseerd. Dat we datgene wat we allemaal al weten, dat we dat ook kunnen inzetten. En dat ik daar in de aankomende tijd samen met jou en vele mensen op de aarde mee aan het werk wil gaan. En ik ben ze daar heel dankbaar voor dat dat toen gebeurd is. Ik heb dat als een hele indringende, mooie
een bijeenkomst te ervaren. Het was heel kleurrijk. Ik weet niet of jullie het opvalt, maar zie je hoe het zonlicht wit is? Kun je het zien? Kun je het nog herinneren? Jaren geleden. Hoe het zonlicht was, wat voor reflectie het gaf? Ja. Er zat veel meer geel en ook oranje in. Mijn lichaam is 50, maar als ik terugdenk aan dat ik toen ik 10 of 11 jaar was, was ik elke avond met mijn zus aan het stoepranden, dat balspel. En dan was het kleurrijk buiten. De zon was kleurrijk. Dus de reflecties ook. Hè? De bomen, de bruin tinten zijn veel dieper. Groen tinten zijn veel dieper. De planten zijn veel dieper in kleur. Maar die ontmoeting die ik had, eigenlijk is dit hier waar we nu in zitten, is een zwart-wit foto. Zo kleurrijk. En zo warm. En ik was heel dankbaar daarvoor. En ik zou voorstellen om even een pauze te houden. En straks met een paar mooie bekrachtigingen met elkaar te starten. Om te kijken of we, ik heb het tot nu toe nog niet zoveel over buitenaardse gehad, maar vanuit daaruit spreek ik wel, vanuit de originele wereld. Om te kijken of we die originele kracht, om die originele intelligentie, eerst een bekrachtiging dat we goed in het lichaam zitten, om dan die originele intelligentiekracht, jijzelf, om die samen ook echt in te zetten op iets in de wereld. Zodat we hier bij elkaar zijn en ook iets naast het bij elkaar zijn, dat we ook daarnaast ook samen echt iets doen. En wat dan in de wereld is, ik geef daar een voorbeeld bij. En je hoort, het is een voorbeeld, jij beslist het. Want jij gaat over jouw hologram. Jij gaat over jouw wereld. Het is jouw keus, jouw vrijheid. En dus als jij een heel ander iets voelt waar het naartoe zou moeten gaan, dan doe je dat. Dat is mijn voorstel om zo te doen. En ook in dat deel ook alle ruimte voor overleg met elkaar en dingen te zeggen. Misschien wil je wat vragen. Misschien wil je iets zeggen. Ik weet het niet. Alles kan. De ruimte is er. Het staat in de aankondiging. In die paar uren die we hebben, kan het allemaal. Ik zei nog tegen Arjan, het is veel te kort. Deze Arjan, ze weten het allemaal wel. Nou, dat is niet zo. Nou, dan, hoe laat is het eigenlijk? Ik heb geen idee van tijd. 4 uur. 4 uur? Oh, mooi. Nou, dan houden we een uurtje pauze. Zo eventjes een kwartiertje, wat je wil. Want het kan altijd, hè? Je hoeft niet altijd te zitten. Je kan gewoon je eigen dingen doen. Maar. Zullen we al een kwartier beginnen met elkaar samen bekrachtiging in te zetten? Ja, een beetje verschoven van plek. Vanwege de... Ik weet niet eigenlijk waarom. Ja, ik vermoed de zon. Wat zo wit is. Maar je merkt wel dat zo'n dag of zo'n middag met elkaar, dat is een kort moment. Maar het is wel een interessant en belangrijk en waardevol moment. Maar je merkt wel dat je eigenlijk meer tijd zou moeten hebben. Dat is ook de reden waarom we afgelopen vrijdag zouden we de crowdpower starten, hè? Woensdag. Oh ja, nou ja, woensdag. En er komt een nieuwe datum, uiteraard, het duurt niet zo heel lang. Maar we gaan met de crowdpower uitzendingen, gaan we ruimte extra maken. Niet de ruimte, maar extra ruimte maken. Om met elkaar over deze onderwerpen te spreken. Ja, dus dat proberen we zo, moeten we ook even kijken hoe dat allemaal het beste functioneert. Maar om interactief met elkaar te kunnen zijn. Dus interactief te kunnen bekrachtigen. De kracht van creatie in jezelf en met elkaar te bundelen. Maar ook ja, opmerkingen die er gezegd kunnen worden door jou of de anderen. Misschien vragen die er zijn. Je mag mij overigens alles vragen. Ik vind het helemaal prima. Ik heb wel altijd een soort waakzaam daarop zitten, waakzaamheid, omdat ik heel goed weet dat als iemand, als ik al heel veel vragen krijg, dan ga ik natuurlijk ook veel reageren en veel antwoord geven. En ik weet hoe antwoorden, vraag en antwoord, ook een machtsconstructie is in deze wereld. Dus dan krijg je veel van Martijn zegt dit, hè? Dus dan is dat het antwoord. Ja, nee, maar het is niet per se zijn antwoord, maar het gaat dan wel al het netwerk in
van Martijn zegt dat. Kijk, in die positie heb ik niet en die wil ik ook niet. Maar daarnaast ben ik wel 100% bereid en ik heb daar ook behoefte aan om in vrijheid natuurlijk die vragen te beantwoorden. Dus als jij vragen hebt of je ziet dingen in de wereld gebeuren, je mag ook vragen over mij als persoon stellen. Ik heb geen geheimen, ik kan overal over praten. Als het maar met elkaar wordt gedragen. Want jij bent net zo wijs en net zo volwetend en volvoelend dan ik. Dus laat mij dan heel bewust antwoorden of reageren op dingen die ik dan heel bewust kan, die jij op dit moment eventjes niet paraat hebt, laat ik het dan maar zo noemen, hè? Die misschien prikkelend kunnen werken voor jezelf om dingen tegen elkaar aan te houden en dan met je eigen bewustzijn dat grotere deel te kunnen zien wat dan tevoorschijn kan komen. Hè? Dat is het mooie. Dat is denk ik ook mijn functie, om dat te doen. Want je kunt toch nooit precies vertellen hoe het in elkaar zit, want de kosmische strijd die er wordt gevoerd over onder andere mensenrassen, mensenrassen, dus niet alleen hier, maar ook elders, en ook over andere levensvormen. Die strijd die er is, die gaat primair over dat er wezens zijn die eigen ruimte en tijd, dus eigen dimensie, verbonden aan het bewustzijn, voortkomend uit het bewustzijn, dat die wezens bestaan die dat zelf kunnen scheppen. Want de wetten komen te vervallen van de als die voor anderen zijn bedacht. Dus daar gaat het over. Er is een in het verleden gesproken, nu is dat wel anders in de kosmos, maar er is nog heel veel niet in orde. Maar er is een enorme oorlog geweest. Een bewustzijnwezens. Die bewust scheppen. Gaat een beetje te ver weg, denk ik toch. Daar valt het uit. Dus dat is wel primair waarover je vragen ook mag stellen. Je moet ook durven willen weten. Ja, en je kunt websites kijken, je kunt podcasts lezen en daaruit halen wat je wil horen, wat je nodig hebt. Maar voor mij is de organische communicatie nog altijd de manier. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat als mijn reactie eruit komt, dat die voor jou kloppend is. Of dat wat ik zeg of wat jij hoort of denkt te horen dat het is. Maar ik heb wel persoonlijke communicatie, uitwisseling met elkaar, heb ik heel hoog in het vaandel staan, heel hoog in mijn hart. Want daar kun je verder beduren met elkaar. En misschien dan in zo'n crowdpower niet alle minuten helemaal uitvoerig, maar wel de volgende uitzendingen, dan kan je weer de dingen bij elkaar leggen en kijken wat kun je daarmee doen. Welkom weer terug dan hier. Zijn er dingen die nu gezegd moeten worden of kunnen die ook getild worden over de bekrachtiging heen? Het is aan jou hoor. Ik ga daar niet over. Ik weet niet wat jij denkt of voelt. Of als er iets dwars zit of er moet iets gezegd worden. Misschien moet je even het ontluchtingsnippertje indrukken. Ik weet het niet. Kan allemaal. Ik wil je niet passeren. Dus neem zelf de leiding als je voelt dat er iets gezegd moet worden. Mag je de microfoon? Ja. Ik moet hem bijna opeten. Hey, goed. Ja, ben je het nou? Nu doet hij het wel. Bekrachtiging. Kun je die eenmaal of moet je die herhalen? Of zo? Gehoord en ontvangen en ik ga reageren. Oké. Ja. 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 Ja.
Ik ga reageren, maar dan doe ik het even zo, wat luider. Ja, sta je goed. Ja, ik jou ook, dankjewel. Even een hele diepgaande vraag. De vraag voor de mensen die het misschien niet hebben kunnen horen door het storende apparaat. Als het gaat over bekrachtigingen, dus jezelf bekrachtigen, je eigen bewustzijn aanzetten en inzetten. Is dat iets wat je één keer hoeft te doen, of doe je dat meerdere keren? Per onderwerp. Per onderwerp, ja. Ja, ik kan er eigenlijk direct over zeggen, dat moet je voor jezelf invoelen. Je moet eigenlijk jezelf bijhouden. Want het is alles, het heeft te maken met hoe bekrachtig je. Wat is de bekrachtiging op zich op dat moment? Is het een vrije beweging? Of doe je het vanuit een onderliggende reden? Dan kan het zijn dat je hem voedt met je mind. Omdat je vindt dat dat moet gebeuren. Aan de andere kant, wat je gaat bekrachtigen, dus daar waar je de trilling gaat laten vermeerderen, hè, want dat is wat we doen, aandacht is de godskracht, en als je met je aandacht ergens ingaat, dan breng je een taal tot leven in datgene waar je naar binnen gaat, het gaat aan dat vibratieveld. Nou, als jij bekrachtigt, dan hangt het natuurlijk maar net vanaf hoe krachtig of hoe diep kan de trilling van het goddelijke, van jouw eigen goddelijke trilling aangaan. He, is het iets wat al heel lang uitstaat, dan zou het kunnen zijn dat je dat met één keer niet per se aankrijgt. Het kan dus geen kwaad om nog een keer gewoon dan. Als zou je de hele dag in een bekrachtigingstoestand verkeren, dan is er niks verkeerds aan. Er kan niets verkeerds gebeuren. In de wereld waar we vandaan komen, daar leven wij eigenlijk in een constante staat van wat we hier een bekrachtiging noemen. Het heeft te maken met een zeer grote, open, lichte, maar een hele levendige staat van wakker zijn. Je bent super wakker. En dat is wat we met een bekrachtiging ook doen. Daarom roep ik ook altijd tegen alle mensen, blijf tijdens de bekrachtiging wakker. Focus. Ja, je moet je bewust zijn en blijven dat je aan bent, dat je er bent. En kijk, als jij achteruit gaat zakken, dan heb je heel gauw dat je door ontspanning, omdat je brein natuurlijk in dat beta-niveau informatie aan het produceren is, als je gaat ontspannen, dan gaat je brein langzaam naar het alfa-bewustzijn, dus de meditatieve toestand, en van daaruit kun je ook een hele wel aangename staat van ontspanning ervaren. Dat is heel lekker. Dat is heel fijn. En daar kun je ook heel rustig in wegzakken. Maar daar ben je niet meer de creator. Je geeft daar geen bewustzijnsweten weg. Je zet daar niks neer. Je bent je niet bewust van. Je creëert niet. Je zet geen command neer. Je moet dus dingen heel bewust weten. En dat is wat je thuis non-stop doet. Daar ben je volledig bewust van jezelf. Dat is een opperste staat van, ja, laat ik het nou maar zeggen, een soort, het is een alleswetende, en toch heel nuchter hoor, het is een alleswetende, verbindende, ja, een zeer betrokken, liefdevolle intentie waarin je verkeert. En dat is een toestand van weldadigheid, en het is een toestand waarin je ook heel goed kunt denken. En dus met heel helder wakker. En daarom niet achterover leunen en wegzakken. Daar is niets mis mee. Maar als we het hebben over scheppen, als we het hebben over de bekrachtiging, dan moet je jezelf de plek weten te vinden. En doet iedereen anders. Het is een onderzoek, het is een reis. Het zijn ervaringen die nodig zijn. Maar je zult jezelf de plek moeten laten ervaren waarin je zegt van, hier ben ik mij heel bewust dat ik wakker ben. En ik ben me heel bewust en verbonden met mijn lichaam en de wereld. Dus er is niet meer een parasiet in jou die jou iets laat denken. En de enige parasiet die dat zou kunnen zijn tijdens de bekrachtiging, dat ben ik. Omdat ik er wat ga zeggen. Dus mijn woorden hebben dus geen kracht en geen macht. Ze zijn louter als een soort, misschien in vorm van een railsje, ter herkenning. Ja.
Jouw vibratie, jouw bewustzijnstoestand, het aanstaan, maar als je daar komt, zul je ook merken, god, het is in verhouding tot alles wat ik ermee verbonden heb, ik noem even een paar voorbeelden, hè, opgestegen lichtbeesters, buitenaardse beschavingen die je helpen, in de vorm van de Galactische Federatie, een Jezus die er is, een Magdalena die er is, engelen die er zijn. Dat zijn allemaal trillingen en frequenties, maar als je helemaal naar jezelf toe gaat en je houdt alleen jezelf over, je neemt de moeite om puur alleen jezelf te blijven ervaren, dan merk je dat er een ruimte terugkeert in jezelf. En die valt totaal in leegte te ervaren, in stilte, en als je dat in een stap verder durft te trekken, dan kan daarvoor in de plaats komen een hele diepe verbinding met de wereld waarin je leeft. Dus niet met de systemen van spiritualiteit, maar met de wereld waarin je leeft. En daar voltrekt zich alles. En als je dan een verstoring hebt in je lichaam, of in je geest, of je merkt dat je emotioneel geblokkeerd bent, of dat je angsten hebt, of dwangstoornissen hebt, noem alles maar op. We zijn één groot mensenfamilie, we weten allemaal wat hier gebeurt. We hoeven helemaal geen geheimen meer over te hebben, wat we allemaal meemaken, dan zul je merken dat je in die hele diepe rust en in contact via de leegte, zul je merken dat je beschikt weer over zelfdenken en dat zelfbewustzijn, dat kun je heel rustig brengen naar het onderwerp waar je last van hebt. En daar gaat hij. Dan ga je zelf in de kern van de verstoring komen. En dan gaat hij anders resoneren. Dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Mijn missie, mijn werkzaamheid die ik heb, is om wereldvrede, vrede de wereld inbrengen, is inherent aan een diepe staat van zelfzorgzaamheid terughalen. Kun je het zien? Kun je het zien in de volgorde? Hoeveel mensen, het gaat niet over goed en fout. Hoeveel mensen zijn met een liefde van hun hart de wereldvrede aan het laten zien? Ja. He, dus wereldvrede. En die wereldvrede die is heel goed om naar buiten uit te brengen. Dat is fantastisch, dat is het leven. Maar we zien hier, kijk, ik kom uit een wereld die Antara heet. Dat is ook een menselijke wereld. Maar daar kijken wij ernaar, en niet overigens alleen daar, maar eigenlijk in alle sterrenwerelden, kijken wij ernaar dat de mens kan alleen vrede naar buiten uitzetten als zij het zelf is. En dat betekent ook dat het aspect van het aardse stuk van jezelf ook in vrede moet komen. Dus ook je ongemakken en je verstoringen en je geheimen, de dingen die je niet mag voelen, de dingen die wel worden gevoeld. De verstoring in het lichaam, in het denken, de angsten. Noem alles maar op wat er allemaal kan zijn. Hoeft er niet per se te zijn, maar het kan. En daar moet eerst de zelfzorgzaamheid van jou terechtkomen. Take care of yourself is the key to heal the world. En het andere is ook mooi. Daar heeft niemand een oordeel over en het is ook niet fout. Maar je vergeet jezelf. En weet je, het is zo belangrijk om dat wel te doen, omdat het lichaam en de geest en je denken van hier, dat is van jou. Het is namelijk een restant van wie je bent in de oorsprong. Dus als je door die weg heen wilt, pak je altijd je eigen koers en je eigen richting. Altijd. Maar blijf weg bij de afleidingen die voor tienduizenden jaren en honderdduizenden jaren zijn uitgevoerd. Het voelt heel vrij om zo te praten. Ik loop gewoon naar jou toe. Dan geef ik je de microfoon. Mijn vraag blijft overeind staan. Of je dit wilt vragen nu of na de bekrachtiging. Niet aan jou, maar aan iedereen. Ik heb mijn vraag.
Ja, goedemiddag. Mijn vraag is van, stel dat je die zelfbekrachtiging doet en je wil dat verbinden met daar waar het misschien nodig is. Waar ben je dan bezig met manipulatie? Ja. Wil jij weten hoe je moet manipuleren, hoor ik dat nu? Ja, ik weet wel hoe je moet manipuleren, ja, dat is logisch. Als je in een wereld wordt geboren die zeer manipulatief van aard is, en je leeft daarin, dan krijg je dat te zien. Dat heb ik gezien. En ik weet ook hoe je dat moet doen, dat weet ik. Ik kan er niet in functioneren, want ik word dood en doodziek van, letterlijk. Ik ga gewoon bijna dood. Ik heb alles uitgetest, ik heb alles gekeken. Ik heb gekeken hoe wat manipulatie is, et cetera. En als je het echt weet, dan ga je dan word je er eigenlijk ziek van, want het is een verstoring. Het is een verstoring in jezelf die je probeert te plaatsen in een ander. En dan ga je ook een connectie aan in de verstoring met de ander. En dan ben je ook verantwoordelijk voor, want ik ben degene die het voelt. Dus slaat altijd weer terug op jezelf, trekt energie eruit weg. Dus ja, ik weet het precies. Dankjewel dat je het ook zegt. En ik denk dat iedereen het weet. En het is ook goed dat we dat weten. Ja. Het is een hele grote vraag die je stelt. Wanneer ben je aan het, met een bekrachtiging, wanneer doe je iets manipulatiefs? Of niet? Nou, er zijn natuurlijk hele oude antwoorden in. Van ja, het gaat om de intentie, et cetera. Dat is ook zo. Het gaat ook om de intentie. Maar als ik hem voor dit moment kort en bondig wil antwoorden of reageren, dan zou ik zeggen, er zijn twee sporen waar je kunt bekrachtigen. En als bekrachtigen vanuit een behoefte, en die komt dus vanuit jezelf. Of je bent verbonden met jezelf waar geen behoeften zijn. En dan kun je behoefteloos kun je zaken aanwijzen. En daar waar behoeften liggen en verlangens, daar worden we op gemanipuleerd. Want dat willen we ook bereiken. Dat willen we ook verzilverd zien. Als jij iets inzet in deze wereld, en je komt met een groepje mensen bij elkaar, je doet daar alles voor, hè, en de behoefte is in dat groepje geworden om X te bereiken, of Y, dan wordt dat ook het doel, zeg maar. En dat wordt een behoefte om dat neer te zetten. En dan gaat het er niet meer om of iedereen het nog echt voelt. Dus je moet je heel scherp gaan plaatsnemen in doelloos, er is een grotere reden om te doen wat je doet, maar niet een doel vanuit een belang van jou als persoon. Kijk, ik heb er helemaal geen belang bij. Ik noem de grotere voorbeelden dan even op, hoor. Ik heb er helemaal geen persoonlijk belang bij dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Want ik zit hier. Zo zwart-wit moet je het zien. Toch, als jij je inzet voor vrede in het Midden-Oosten, en daar niet in de partijen te belanden, maar in de chaos te zijn, wat voor ieder mens leed is, dan kun je daar iets heen brengen, zonder een persoonlijk doel. Je moet heel goed kijken, scheppen is een hele hoge verantwoordelijkheid. Schep je, geef je energie, breng je het ergens heen, puur vanuit jezelf. Zit daar een doel achter wat jou als persoon bedient, ja of nee? Dan kom je achter als je daarmee bezig gaat. Ja. Oké, dan wil ik je vragen om, als je dat ook voelt en ook mooi vindt om te doen, en dat hoeft allemaal niet, mag, het kan allemaal. Om als je wat spullen hebt op je schoot liggen, of wat dan ook, dat gewoon even je schoot af te halen. Dat je je rustig kunt richten op je lijf wat je hier ervaart. Dat je geen rekening hoeft te houden met dat er iets van af kan vallen. En herinner jezelf op dit moment wat maakt dat je bezig bent in het leven met deze mooie beweging, namelijk jezelf tevoorschijn halen.
en de harmonie die je in jezelf draagt in deze wereld te willen brengen. Wat maakt dat dat in je aanwezig is? En je weet het eigenlijk, nu. Dat ging vanaf de eerste nanoseconde, ging het hier in deze wereld al direct over jou. Zo laat je rustig alle gedachten los die er allemaal zijn geweest. Wat er is gezegd is allemaal weg. Verklaar het veld helemaal schoon met elkaar. In alle verdiepingen en in alle trillingen is er ruimte. En dan kom je heel bewust met de aandacht bij jezelf terecht. En voel maar op een hele eenvoudige manier dat je hier zit. Of dat je hier ligt. En het is heel fijn om te voelen dat je niets moet doen en ook niets hoeft te doen. En doorvoel je lichaam, dat je je spieren op je eigen manier rustig ontspant. Grote spieren. Maar ook kleine spieren. Op je elleboog en bijvoorbeeld je handen en je vingers, dat je voelt dat op elke plek in je lichaam de spierspanning rustig naar het ontspanningspunt kan worden gebracht. En de adem je op je eigen manier bij in en uit. En je beseft dat daar waar mijn aandacht is, menselijke aandacht, daar vindt een verandering plaats in de trilling van de materie. Dus je brengt rustig jouw aandacht naar je lichaam. En wellicht dat je je lijf in één tel helemaal bewust bent van boven naar beneden of van beneden naar boven. Iets meer gedetailleerd breng je je aandacht naar je voeten op een normale manier. Je bent je bewust van je voeten. En je brengt je aandacht verder omhoog. Door je benen heen. Naar boven. Reis maar door je eigen benen heen op jouw manier. Je bent je bewust van je heupen, van je billen, van alles. Van je onderbuik, je onderrug. Zo ga je verder omhoog. Je borstkas, je sleutelbenen, je
Dan ben je bewust van je armen, tot aan je vingers en je nagels aan toe. Ook voel je je keel en je nek. De achterkant van je hoofd, maar ook de voorkant, je gezicht. Je voelt je oren. En de bovenkant van je hoofd, je schedel. Heel bewust neem je plaats op jouw manier in je hoofd, tussen je oren in. En je bent je bewust van je hele lichaam naar beneden toe, tot aan je voetzolen aan toe. Blijf hier maar eens in jezelf, in alle rust aanwezig. Blijf bij jezelf. Als je naar buiten wordt geroepen, breng je jezelf direct rustig naar binnen. Ik ben hier en ik besta. En zo ben je rustig en heel wakker, helder aanwezig. En terwijl je zo bent en blijft, op jouw manier, breng je je aandacht naar de plek van je hart, je borstbeen, het gouden veld wat daar binnenin aanwezig is en brandt, om het leven te ervaren. En het leven te zijn. Wat is je boodschap in jezelf, vanuit huis waar je vandaan komt, wat je in deze wereld komt brengen? Een gevoel, een weten, open, open.
Dit is heilig bewustzijn. En in deze heilige trilling van jezelf, kijk je in je bubbel van eigen ruimte en tijd, dit unieke frequentieveld van jou. Kijk je naar iets in je eigen bestaan, wat volle aandacht vraagt of nodig heeft. Observeer. Open. En dan kan de volgende stap zijn dat je je bubbel opent en het veld in laat stromen. Welkom, welkom en ga. Reis. En de golf vertrekt. Zo ben je je bewust van jezelf dat je hier zit en kom je in alle rust en schoonheid en wat het ook genoemd kan worden. Misschien voelt het voor jou anders, dan is dat gewoon anders. Ben je hier gewoon wakker en aanwezig. En zo werden wij in andere werelden ook gezien. De mensenrassen die binnen één heel groot vibratieveld van verbondenheid, contact met elkaar leefden in allerlei verschillende dimensies. We noemen dat hier dimensies. Verschillende koninkrijken, onsterfelijk. Zo werden wij gezien als de aanpassers. Voor werelden waarin andere afspraken zijn dan een afsprakeloze realiteit. Als je open bent, heb je geen afspraken nodig. Als je geen systemen hebt, gebeurt alles precies zoals het is. Je voelt je niet beledigd als iemand niet komt, want je wacht helemaal niet op die ander, want je hebt een eigen leven.
Hier wacht je op een ander, omdat je leven ervan af lijkt te hangen dat de ander op visite komt. Dat komt door de systemen waarin wij leven. Thuis, waar wij vandaan komen, daar ervaren we iets heel anders. Dat is een niet op dit bewustzijn gebaseerd denken. Ik noem het wel denken. Het is een emotionele, heldere staat van zijn. We denken daarvan uit. We handelen, we leven, we timmeren, we bouwen, we tuinieren, we engineeren, we reizen. Maar met dat vermogen, wat voor ons geen vermogen is, het is de staat van leven, dienstbaarheid, gezond. Het bestaat niet eens thuis, het woord gezond. Want dat betekent dat er ook een ongezonde situatie is. Het bestaat niet. Er zitten andere woorden. Maar met die intentiekracht passen wij wel dingen aan. En dat hebben ze geprobeerd. Niet alleen in deze wereld hier, maar in andere werelden hebben we geprobeerd eruit te halen. Ze moesten overleven aan. En eigenlijk is het nooit gelukt. Want het is er nog steeds. Jij bent er. Je liefde. Het weten wanneer je iemand een hand moet geven, een handreiking. En dan dat je ziet van, jee, dat klopt precies, ik moest dat inderdaad doen. Ik moest het doen, het was zo. Het is zo. En dus het is hier niet weg. Maar onze taak, en dat mag ik best wel zo noemen hoor, het is niet de taak omdat ik het zeg, het is de taak die jij in jezelf herkent. Ik noem het nu zo, ik praat in bulk. De taak die op ons ligt en in ons ligt, is dat we ons weer bewust worden van datgene wat zo in de vergetelheid is geraakt. En dat dat niet een toevalligheid is en ook geen spiritueel iets, maar dat dat een grondslag van je eigen beslissing is. Basis van voelen en het ook inzet en dat we het weer aanzetten naar boven toe. We halen het weer terug. Het is niet een flart van de toevalligheid, maar het is een beslissing. Het is een weloverwogen, een dienstbaar bewustzijn en dat kun je met elkaar samen inzetten. En dat is ook de taak die wij hebben. Ik heb mezelf nooit beschouwd als een aards mens. Ik vond het ook moeilijk. Ik ervaar me dan liever, zo gezegd in de taal, als een buitenaardse man. Hoewel ik dat zo helemaal niet echt kloppend vindt, want ik ben, zeg maar, familie van het humanoïde koninkrijk. Dat is voor mij wat het voelt, zoals het ook is. Maar de taak die we hier hebben, is dat we deze toevalligheid, die we zo nu en dan gebruiken, dat we die volledig met elkaar terughalen. En dat is wel een opdracht hoor, want als je dat gaat doen, dan gaat je hele leven eerst op de helling. En veel mensen die ermee bezig zijn gegaan, hebben ook gevoeld wat voor enorme tegenwerkingen dit allemaal kan oproepen. Dus of het allemaal zomaar even het blik opentrekken is in het doen, dat ga je ontdekken als het gebeurt. Maar ik stel voor om samen te werken. Want als bewustzijn zich bundelt, als bewustzijn zich zonder bemoeienis bundelt, geen manipulatie. Jij kunt vertrouwen op een dag dat je eventjes niet goed erin zit voor jezelf. En dat je kunt vertrouwen op het veld waarin je leeft, met de mensen die dit ook doen, dat je een frequentieappel daarop doet. Ja, het is een grote opdracht. Wat ik net zei, laat het maar het veld instromen. Het is letterlijk kwantumfysica. Alles is gebaseerd op bewustzijn. Als jij de instructie geeft, niet zomaar van, oh, nu laat ik het los. Nee, je geeft een instructie, een command. Dat is wie we zijn. We creëren, we scheppen bewustzijn en we zetten dat heel bewust in, los. En we sturen het ook ergens heen, we zetten hem in het veld, dan komt hij op de plek terecht waar het moet zijn. Dat is heel erg belangrijk en deze taal is eigenlijk een oude taal. Het staat ook in de aankondiging, lees oude taal. Het is een oude taal, het is onze originele taal. Hier beoefenen we het nu zo.
We zijn het hier tot uitdrukking aan het brengen op deze manier. Maar het is een hele organische, eigenlijk constant aanwezige staat van zijn. En ik ben zeer vereerd dat ik je mag ontmoeten vandaag. Omdat ik heb nooit gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Ik heb ook niet gedacht dat het niet zou gebeuren. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik hier ben. Dat ik me verrekte alleen heb gevoeld jarenlang in deze wereld. Met alles wat ik ben en weet. En ik weet dat ik niet alleen ben. En dan begint de klus, hè. Hop, daarin, daaruit. Daarin, daaruit. Overal mooie mensen. En boze mensen die ook mooi zijn. Ja. Hè? Mensen die je begrijpen, die mij begrijpen. En dan ontdek ik, nee, ze begrijpen me niet. Maar het is toch fijn dat zij denken dat ze me begrijpen. Want daardoor komen ze in de frequentie dichterbij. Want ze stellen zich open. En de mensen die niet met je willen communiceren. En dan is het zo, in zo'n tijd waarin we nu leven, is het zo waardevol. En een grote kosmische urgentie dat we bij elkaar komen. En dat we dit, wat bewustzijn eigenlijk is, dat we dat ook praktiseren. Dat we het niet alleen bij praten houden. En niet alleen bij educatie, zoals ik ze dan wel eens benoem. Educatieve informatiedagen. Maar dat je het ook, je moet het doorgronden, je moet het snappen in jezelf. Het werkt nooit zoals ik het zeg, het werkt alleen zoals het bij jou werkt. Ja, maar dat het dan ook wordt omgezet vanuit praten, maar ook echt in actie. Over de wereld, in Nederland, in Zwitserland, in Oostenrijk, overal, over de hele wereld, in Duitsland, in Amerika, in Rusland, in China, in Japan, in Venezuela. Ga maar, overal zijn mensen zich bewust geworden van wat ze zijn. En die oeroude vraag van wie ben ik, die komt daarna geopend. Onthoud het heel goed wat je vandaag ziet in jezelf. En laat mij maar gewoon een beetje doen wat ik doe. Maar dat hoef je niet te onthouden. Het gaat erom wat je moet onthouden, is wat er in jezelf gebeurt. En wat je daarmee kunt. Maak daar ook notities van. Niet per se nu, maar dat kan ook thuis. Schrijf het op. Want er wordt geknokt in de dimensies. Er zijn matrixhouders die proberen constant alles te wissen. Die proberen systemisch, informatief blokken aan te zetten in jouw matrix. Waardoor je brein operationeel wordt in een ander denkveld. En hop, kun je niet meer bijkomen. Dus er is echt iets gaande. En het heeft te maken met het behoud van deze wereld. Waarin wij degene zijn die energie scheppen. En ze het via de mind weggeven, zodat andere intelligenties met andere ideologieën deze wereld om nog nooit eerder beschreven redenen willen behouden. En dat moeten we ook allemaal niet willen snappen, is mijn beeld op dit moment. Mijn beeld is dat we moeten wakker worden. En dat we ons zorgzaamheidsbewustzijn en het zelfscheppende vermogen en dat we kwantumvelden, dat we dat moeten snappen. Ik ben hier vandaag gekomen, jij ook, omdat er een overeenkomst is tussen ons. En dat is een trilling, in trilling kun je dat terugvinden. En dat is een samenvloeiing. Dat is iets dat gaat voorbij de materie. Het zit onder de materie. Dat weet je. En dan kan je mind ervan maken van, nou, ik vind het fijn om daarheen te gaan. Ik vind het fijn om even te werken ook aan mijzelf. Ik vind het fijn om mezelf in te brengen. Het kan ook allemaal zo zijn, de mind maakt dan die vorm ervan, maar dat eronder zit, is een grotere roep die anderen hebben geprobeerd te deleten uit ons systeem. En dat gaat dus niet gebeuren. Het is ook niet een verzetoproep, maar het is een beslissing. En de wereld heeft je nodig. Het is nodig dat er nieuwe leiders terugkomen, leiders vanuit het hart, mensen met logo's op hun schouder van de Force. Het respect voor elkaar, niet respectloos zijn als iemand iets niet wil, ook al denk jij dat juist zou heel goed zijn dat die persoon dat wel doet. Hè? Ja, maar ik wil het niet. Ja, maar het zou zo goed zijn voordat je het doet. En dan gaat die persoon het voor jou doen. Dat is voorbij de grenzen, niet fout of zo, of negatief, maar het is niet respect. Als jij iets doet dat een ander ziet wat het niet moet zijn, als de ander de taal van het hart en het koninkrijk begrijpt, dan laat die ander jouw dingen doen die volgens die persoon niet goed zijn. Dan snap je wat de taal is van thuis. Dan snap je wat die frequentie van Christus als trilling is. En dan snap je wat echt respect is en elkaar ontsluiten is,
ruimte geven aan elkaar, vrijheid, dan is hij daar. Dan komt de absolute staat van ruimte en respect terug naar elkaar toe. Ik vier het leven deze dag met je. We zijn allemaal grootmeesters van thuis. En er zal een moment zijn als deze werkelijkheid niet meer vanuit hier wordt bekeken, maar vanuit waar we vandaan komen, dat we misschien wel beleggen om eens een keer een reunie te houden. En dan kijken we met elkaar terug naar dat enorme experiment met al die gekke dingen erin. En ook al die mooie dingen erin. Want ik zei het al, ik vind het hier een paradijs. Ik vind het heel, heel bijzonder om hier te zijn. Ik hou net zoveel van mensen als van dieren. Ik hoef niet te vluchten in dieren. Ik heb soms wel eens het gevoel gehad van ik kan beter met dieren te maken hebben. Maar het is niet waar. Want dieren reageren ook precies naar het bewustzijn van de mens. Dus bekrachtig jezelf. Trek jezelf terug uit de matrix, of je nou plus of min is. Focus op jezelf. Alles los, los. Er is niets te behalen. Je kunt niets halen. Je kunt alleen jezelf terugbrengen. En vanuit dat, als je dat doet, en dat is soms een hele taak, dan zul je merken dat dat heel veel bijzondere effecten geeft. Dus die gezamenlijke frequentie eronder, die we als familie met elkaar zijn, dat we dat ook goed zien met elkaar. Help elkaar. Je kunt elkaar niet helpen ergens doorheen, maar je kunt elkaar wel helpen door te laten weten dat je er bent. En ik weet ook dat hier mensen zitten, ik kan ze niet aanwijzen, dat weet ik niet, maar ik lees dingen. Ik lees alles, op mijn manier. Ik weet dat hier ook mensen zijn die naast de bijeenkomst hier, thuis eigenlijk helemaal niemand hebben. Die dan weer in een situatie zitten van alleen. En ik benoem nu dit, maar er zijn meer dingen die ik zou kunnen opnoemen. Maar het gaat meer om het besef om ons te openen voor elkaar. En dus niet die kleffe groep te worden, maar gewoon gezonde en heldere mensen die elkaar even de schouder geven, een kopje thee zetten voor elkaar, neem je misschien een broodje, hoe is het met je? Nou, wil je het echt weten? Ja, ik wil het echt weten. Ik wil het echt weten. Ik wil echt weten vanuit mijn gevoel hoe het met je is. Want misschien kan ik iets voor je doen. Ik heb namelijk heel veel energie over. Dit is heel normaal. Dit is waar we vandaan komen. Ik heb de afgelopen jaren met veel mensen mogen verblijven in momenten. En her en der ontstaan dan natuurlijk toch wat vaak groepsvorming, dat mensen vaak daar komen. Dat zijn dan vaak dezelfde mensen. En dat is goed. Alles is goed. Maar ik zie, juist daardoor zie ik hoe diep de boodschap werkelijk zit om goed te zijn voor elkaar. Juist ook als je elkaar vaker ziet. Want dan ga je ook meer dingen zien van elkaar die je misschien niet wilt zien. Dat zie je in vriendschappen ook. Maar juist daar ligt het werk. Juist daar laten zien wie je echt bent. Juist op die plekken waar iedereen scheef gaat in deze wereld. Juist daar niet gaan reageren op de ander. Maar terug naar je eigen zone. Terug naar je eigen ruimte. Creëer, schep het opnieuw. Je eigen bewustzijn. Nieuw leven. Unieke ruimte en tijd. Dat is waar deze bijeenkomst over gaat. En verder kan ik ontzettende, interessante, diepgaande, onthutsende en ook positieve andere dingen vertellen. En dat ga ik dus niet doen op dit soort dagen. Want het gaat juist om dit waar we het nu over hebben. En niet om spektakel. Met boeken vol met spektakel en allemaal dingen en ook interessante dingen. Ik kan allemaal interessante dingen vertellen. Dingen die je allemaal eigenlijk al weet. Als ik ze ga vertellen, zou je er ogenblikkelijk op je eigen manier in kunnen zien wat het zou kunnen betekenen voor jezelf.
Ik ben daar ook wel mee bezig om dat naar buiten te brengen, maar alles draait om timing. Ik ben hier niet gekomen om mezelf neer te zetten. Ik ben hier gekomen om elkaar te ontmoeten. En elkaar tot leven te brengen. Te helpen daarin. Jij doet het en ik zeg iets. Jij zegt iets en ik doe het. Het is een bijzondere tijd, hè, waarin we leven. En ook wat betreft de voorspellingen. Er zijn natuurlijk heel veel voorspellingen gedaan. Ik weet nog wel dat toen 2006, 2007, toen kwam ik af en toe, heel sporadisch, maar wel zo nu en dan, kwam ik bij Nibiru, hier in Soest. Destijds bij Anton Teuben. En dat vond ik gewoon fijn, omdat ik daar mensen tegenkwam die, ja, ook voorbij de werkelijkheid van hier, hè, met dingen bezig zijn. Dat was heel mooi. Ik kon niet zoveel gesprekken voeren, behalve als ik mee praatte. Maar het was wel heel mooi. En ik heb dan door die tijden heen heb ik, ja, gewoon gezien dat er iets ontbreekt zonder een oordeel. Ik zie het gewoon. Ik weet ook dat waar het over gaat. Je moet jezelf terughalen. Dus dan kwamen we ook in die bijeenkomsten, kwamen we ook vaak, hoe mooi ze ook waren en zijn, en met alle eer en liefde, en de inzet die er allemaal geleverd is. Echt fantastische mooie mensen allemaal. Maar we mogen ons niet blijven permitteren om vanuit het aardse karakterprofiel met onze belaste processen voor te blijven bewegen. Want als je het vanuit je aardse systeem blijft benaderen, dan zit je ook in je aardse krachtveld. En het aardse krachtveld heeft geen beschikking over scheppende vermogens, op dit moment nog niet. Alleen onze spirit, onze geestenkracht, onze voorstellingsvermogen. Dus ja, ik heb wel gezien van wat voor mooie dingen hier allemaal aan de hand zijn. En ik heb met heel veel mensen mogen samenwerken. Maar ik heb nog nooit echt samen gevoeld met mensen samen te werken. Ik voel het met jou, dat je hier vandaag bent. Omdat jij je eigen wijsheid hier inbrengt. Ik voel het met Arjan, die ook een enorme draai in zichzelf heeft gemaakt, jaren geleden. Niet vanwege mij of omdat hij met mij, nee, uit zichzelf. Ik ontmoette jou ook in die periode. Arjan was met een heel groot netwerk van Earth Matters bezig. Een grote website, een van de grootste sites toen, met allemaal verschillende onderwerpen. Hè, allemaal verdeeld, economie, noem alles maar op. Met een heel team van mensen. Ik kwam bij hem in Haren, in Groningen. Nou, dan had hij een vleugel van de biotoop gehuurd. Een groot gebouw met een afdeling, een hele eigen etage. Ik kwam daar binnen, nou, ik kwam thuis, zoveel warmte, liefde en de geuren en de bossen en alles was perfect. Gewoon zoals het thuis is, in zeg maar kantoorruimte, maar het kwam gewoon thuis. Maar er waren allemaal mensen aan het werk. De afdeling dit, afdeling dat, een heel team, allemaal mensen. Ja, en toen kwam ik ook. En ik deed eigenlijk niets anders dan een paar vragen stellen. Ik ben niet iemand die met dingen meedoet. Ik at nooit mee. Ik dronk nooit mee. Ik kom altijd alleen op mijn moment. Dat is heel eigen van mezelf. En ja, daar veranderden gewoon dingen. Je wist, op jouw manier wist je al precies wat je eigenlijk niet meer zou kunnen doen. Hè? En dat kwam ook door de overdracht met elkaar, werd dat helderder. Over en weer. En het was niet makkelijk. En dat geldt voor ons allemaal. Het gaat niet speciaal voor Arjan. Het is iets gemeenschappelijks. Het is niet altijd makkelijk om zomaar een verandering te doorzetten. Maar het hoeft ook niet per se moeilijk te zijn. Denk om je eigen ruimte en tijd. Maar het was niet eenvoudig om een bedrijf eigenlijk. Hè, want er zat een heel grote groep mensen in actief. Ja, om dat te veranderen. Dat gaan ook mensen weg. Mensen worden boos. Mensen voelen zich verraden. Een familie voelt zich verraden. Ze zijn je kwijt. Maar ze hebben nog niet door hoe dicht bij je bent. Dichter bij dan ooit ben je moeder genaderd. Maar zij kan het in dit geval waar ik het over heb misschien nu niet zien. En je wilt het laten zien. Je wilt je liefde laten zien. En het is soms heel moeilijk in deze wereld. Maar wees wel bewust van dat mensen zoals jij, die dat incasseren en die dat dragen, dat mensen zijn die het ook kunnen. Jij kan dit.
Jij kan dit. Daarom gebeurt het. Als je het niet zou kunnen, zou je dit allemaal niet meemaken. En er zijn een hoop mensen in het frequentieveld van de aarde, van dit grote experiment, waar allemaal verschillende bemoeienissen in zijn, er is een hele grote groep mensen die dat op dit moment niet kan. Dan moeten we ook projectieloos kunnen laten zijn. Want die mensen kunnen het waarschijnlijk morgen ineens wel. En dan moeten we ons niet tegen verzetten en ook niet denken van je bent beter of verder. Want we zijn niet beter of verder. Want die mensen, dat heb ik ook hier gezien, een heleboel mensen waar ik mee contact had, die het allemaal niet wisten, die waren in heel veel dingen echt subliem en veel beter dan ik. Wat ik niet kon. Ik dacht, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe kun je dat, hè? Wauw, wat knap. Ik kan dat gewoon niet. Bepaalde werkzaamheden, of bepaalde uitvindingen, of bepaalde systemen, wat ik dan niet nodig heb, maar die mensen vonden van wel. Dan lieten ze me zien hoe ze dat voor elkaar hadden in hun bedrijf. En dacht, wauw, wat knap. Ze weten het niet wat ik weet, maar ze kunnen dingen die ik niet kan. Respect. En zo ga je het helemaal zien. Dat alles een moment heeft waarin het overspringt. Dus kom alsjeblieft bij jezelf, helemaal in het leven. Stap nog dieper in jezelf dan je ooit hebt gezien. Ik ben hier gekomen om dit te doen, om vanuit dit stuk unieke ruimte en tijd, over de hele aarde een schakelbegeleiding te mogen zijn, in het tot stand brengen tussen contact van de aarde, tussen de aardse mens hier, en aardse rassen van elders, die dezelfde familie zijn, dezelfde bloedlijnen zijn, ook dezelfde spirit frequentie hebben. Mensen uit opgerichte werelden die daar zijn, die van oorsprong ook uit koninkrijken komen, maar ook mensen rechtstreeks uit koninkrijken. Ik heb contact met die mensen. Mijn hele bestaan is dat contact overeind gebleven. Ik praat met deze mensen zoals ik hier met jou praat. Ik ruik deze mensen, ik raak ze aan. Ik hoor ze. Ik voel ze. De enorme ruimte om hen heen. Maar ook hun kennis die ze hebben van het universum. Het verleden en de toekomst die bij hen intact is van wat er is gebeurd vanuit hier en wat er vanuit hier gebeuren gaat. Wat in vele gevallen afgebogen behoeft te worden. Ik heb contact met die mensen. Vanuit dit stuk leef ik. Ik heb niet een buitenaards contact. Ik heb contact, ik maak contact met andere intelligenties die niet menselijk zijn. Maar ik heb contact met mensen en het is de noodzaak dat deze aarde van binnenuit weer in contact gaat komen met grote andere rijken, gewoon fysiek van aard, maar mensen die volledig hun eigen ruimte en tijdskracht zijn. Je merkt het als je bij die mensen bent. En het is een moment. Als je een manco hebt, ergens, een verstoring, en je bent bij deze mensen samen, dan is die verstoring weg. Als je in een rolstoel zit, je hebt problemen met je benen, deze mensen zijn bij jou, dan is de trilling, het creatieveld waarin zij leven, is zo waterrustig, het is zo vibrerend en zo schoon, zitten geen systemen in, het is helemaal vrij, het is zo rustig dat het verstoringsvelden in dat moment gewoon uitzet, opheft. Dus de manier van een fysieke verstoring, kijken we in de materie, in het vlees, kijken we in 8 dimensies daarachter, dus dat zijn 8 intermoleculaire werelden die in elkaar zitten, dan zien we dat de verstoring diep van binnen, daar binnenin, wordt ontmanteld. Die gaat uit. Die mensen kunnen opstaan uit hun stoel, hebben geen probleem. Ben je doof, kun je horen. Ben je blind, kun je zien. Maar nog meer, als je het niet meer weet, in dat moment weet je alles. Als jij in die momenten zo ver bent gekomen dat je op je eigen manier, hier op aarde, je eigen ruimte en tijd terug hebt gevonden. En laten we daar niet omheen draaien, dat vindt plaats in je eigen bestaan. In je eigen wereld, in je eigen huis. De manier hoe je boodschappen doet. Niet systeem, geen systeem, allemaal eigen beslissing. Oh, stop. Ik ga boodschappen doen. En je ziet het. Dat is iets anders. Het is andere trilling. Het wordt gemeten. Ieder mens wordt door hele grote onderzoekscentra elders, daar wordt gezien wat je bent. En het moment dat je dat
beseft wat eigen ruimte en tijd is, dan zul je bij die ontmoetingen, waarbij je eigen historie aanstaat, die kun je inpakken in je eigen bewustzijn. Dat is een gemeenschappelijk erfgoed. Hoor, het is een gemeenschappelijk erfgoed. Het behoort niemand toe, het is van niemand. Alles is informatie en alles is bewustzijn. Je kunt zeggen, het is data, het is trilling, het is frequentie, het leeft. En ik heb contact met die mensen. En ik praat mijn hele bestaan er al over, ook met mijn ouders. Arjan probeert al een paar jaar, en mijn moeder had het toevallig, niet toevallig bewust laatst nog over. Vervolgens zouden jouw ouders misschien een opname willen maken. Dat er, en dan, als ze dat niet uitgezonden willen hebben, misschien dat ze het uitgezonden willen hebben als ze dan weer thuis zijn. He, misschien iets. Ja, mijn moeder zegt ook, ja, dat wil ik wel, maar ja, dan zien ze ook, dat ik kraamnakkelig ben. Ik zeg maar, man, het is toch fantastisch dat jij jezelf gewoon laat zien wie je bent. Dat je gewoon vrijuit kunt spreken, het hoeft toch geen geheim te zijn. Maar het hoeft niet een geheim te zijn als je het niet zegt. Dat mag ook gewoon stil blijven. Ik heb er altijd over gesproken waar ik vandaan kom. Altijd. Allemaal notities gemaakt en tekeningen als jongen waar ik heen ging. Ik weet nog wel, ik wandelde op een dag in mijn vierde klas, waar toen nog klassen, wandelde ik naar de Vogelvlecht, zo heette die school in Franeker. Ik wandelde daar naartoe, ik liep een aantal stenen voorbij, die tussen de stoepranden, tussen de trottoirbanden instaan, zodat auto's daar niet op de weg kunnen parkeren. En ik liep tussen die twee stenen door en hop, mijn eigen ruimte en tijd expandeert in één tel en ik sta in dus die straat, gewoon in een stilstaand beeld. En uit het niets, zo noem ik het, het komt ook nooit uit het niets, komt er een object uit, door de huizen heen, een soort, ja, een vliegende schotel, maar eigenlijk heel vierkant, een object, van aluminium, ijzer, en land. En er waren mensen van mijn team, waar ik zelf in functioneer, van waar ik vandaan kom. Ik herkende ze gelijk. Contact hebben en ook contact leggen, waar we met elkaar voor staan, laat het niet een militaire aangelegenheid zijn of alleen maar worden, want het is heel, heel groot het onderwerp over de UAP's en de UFO's, het dossier, er zijn heel veel mensen op de aarde nu mee bezig. Laat het niet een militair aspect worden of zijn. Contact hebben of contact leggen en ook contact onderhouden is direct verbonden met je eigen zone. Ik noem het ook de bloementuin. De ruimte die je zelf creëert. En vanuit daaruit legde ik dat contact en eigenlijk zij met mij. En ik stapte bij hen binnen. En we vlogen nergens heen. Het ging dicht en het ging open. En we waren ergens anders. We hebben niet gereisd door het universum, niks. We zijn niet lichtjaren en lichtjaren en lichtjaren door en door hyperspaces gegaan. No way. Het enige wat we deden, was ons gezamenlijk verhuizen met ons bewustzijn. Ik bespreek het ook in de lezingen. Ik heb het niet in alle lezingen besproken, maar over quantum jumping. Dat wij wezens zijn die met ons bewustzijn kunnen springen van wereld naar wereld. Letterlijk. Verschijnen. Dat doen zij ook. Zij verschijnen hier. En we worden bezocht door duizenden verschillende soortige beschavingen. Met allerlei net iets andere manieren van hoe ze hun kracht genereren. Hoe ze dat scheppen. Maar wij zijn de mensen van oorsprong. En wij komen hier op de aarde door dit allemaal terug te halen. Via de grondslag van wie jij bent. En daarom zeg ik tegen jou. Mooi mens. Wat fijn dat je wakker bent. Wat fijn dat je er bent. Wat ik al zei, ik heb heel lang heb ik mij daar eigenlijk eenzaam in gevoeld. En toen ik in 2010 een keer een lezing gaf, dat was in Franeker bij het Theta Instituut, en daar praat ik ook wel eens op andere plekken daar, naar Joop en Balkin, en die zei tegen mij van, wij gaan een lezing voor je organiseren. Ik zei, ja, dat kan niet, ik heb een computerbedrijf. Ja, nee, je gaat, maakt niet uit, gewoon vertellen. Ja, maar, ja, ik heb al een flyer klaar. Heb je al een flyer klaar? Ja, en een datum ook al. En de mailing is ook al de deur uit. Zo is het allemaal gestart. Ik heb die flyer nog.
Daarvoor voelde ik me overigens niet eenzaam. Het was de eerste 15 jaar van mijn leven dat ik me eenzaam voelde. En toen begon ik daar gewoon wat meer naar buiten over te spreken. Ik ben bereid om alles te vertellen wat er is. Maar ik ben niet belangrijk. We moeten het samen dragen, want bij jou gaan ook dingen open. Of zijn al dingen open. En die dingen moeten ook benoemd worden. Dus we hebben een internationaal netwerk nodig. Met, ik noem het woord professioneel. Dus geen, niet wegzweven in fantasie en behoeften, maar benoemen wat hier nu gebeurt. En dit deel van waar ik het nu over heb, wat de mensbeleving is in de natuur, die ons helpt door te verblijven in de trilling van de natuur, want die denkt niet, die keurt niet af. Door dit te doen, die mensbeleving, zetten we iets enorm groots op de agenda, waar op dit moment ook alle gevechten over gaan op de aarde. Want je mag rustig zeggen dat op dit moment alle militaire toestanden, alle grote conflicten die er zijn, die allemaal door crisisteams kun je die terugverbinden. Je kunt de kwestie in Israël, die kun je op duizenden manieren uitrollen. Wat daar allemaal achter zit. Welke afspraken er zijn geschonden. Hoe mensen zijn belogen. Wat er allemaal gebeurd is. Maar die dingen die worden allemaal gebruikt om een algehele militaire mobilisatie en allerhoogste staat van paraatheid en ook geldstroom te genereren om iets wat er plaatsvindt buiten beeld te houden. En dat is namelijk dat er contact in het veld is. Dat wordt gemeten. Er worden sinds 2019, daarna is de coronaperiode uitgebroken, een zeer grote agenda die allerlei andere agenda's in één klap meeneemt. In 2019 zijn de eerste grote confederatieschepen van de koninkrijken gedetecteerd via hele krachtige apparatuur die ze hier op de aarde hebben. Die in de jaren 30 al operationeel werden en nog later door de crash van Roswell werden geperfectioneerd. Zijn hele grote moederschepen en hele grote objecten in onze dimensie gedetecteerd die niet gerelateerd kunnen worden aan de krachten achter de mensen die de macht hebben op de aarde. Dat zijn bijna sferische, dus niet fysieke objecten. Dat zijn het wel. Het zijn niet fysieke objecten. Het zijn objecten die zich bevinden in een iets andere densiteit. Dus een iets andere dichtheid van de materie. Maar het contact tussen die werelden die heeft niets te maken met Grays. Heeft niets te maken met ET's. Dat zijn menselijke confederatiegroepen. En dat contact dat zijn we aan het bewerkstelligen. Daarbij zijn er hele grote opdrachten die we met elkaar te doen hebben om deze wereld echt naar andere reacties te brengen. Dus we moeten uit onze logica stappen. Het is niet onmogelijk om Donald Trump te spreken voor jou. Het is niet onmogelijk om in het Pentagon te komen. Alles kan. Ik heb het zelf ondervonden. Alles is mogelijk. Je moet het alleen zien vanuit dit. En niet een sprookje van maken. We zijn dus dingen aan het doen. En deze mensbeleving is een direct onderdeel van een grotere mobilisatie van het hart om jezelf in te zetten, jezelf terug te ontwikkelen, jezelf helemaal te ontplooien, te openen, ook op aardsniveau als aardemens, alle geheime gevoelens die niet geleefd mogen worden, open. Hou niets geheim. Leef het leven wat je moet hebben. En dat is waarom deze mensbeleving er ook is. Dus ik wil hem ook optrekken naar een grotere context, omdat je ook kunt zien vanuit waar ik vanuit spreek, en dat is niet een doel, maar dat is wel waar het voor mij over gaat. En de weg daarheen, dat lopen we met elkaar op de aarde. Dus welkom. Welkom dat je deze dag, in dit moment hier, neer hebt gezet. Als we praten over punten scoren, heb je een punt gescoord in je eigen veld. Door jezelf hier te tonen. Het gaat dus niet over mij, het gaat over jou. Je laat zien dat je je kosmische missie hebt aanstaan. Dat je de missie vanuit je koninkrijk hebt aanstaan. En die grote verandering, daar gaat het om. Ja, dan mogen we allemaal stil voor zijn. Voordat we er zijn. En alle eer aan het dierenrijk en het plantenrijk en het waterrijk en alles wat hier is dat ze ons er nog niet af hebben gezet.
Ik had in 2016 een bijeenkomst met allemaal mensen hier in Nederland. Ik heb af en toe wel eens in bepaalde werkgroepen verbleven. Zo noem ik het maar werkgroepen. Het zijn overleggroepen, werd ik uitgenodigd. Omdat ook bepaalde lagen van inlichtingendiensten weten wat ik doe, wie ik ben. Ik ben geen bedreiging. Ik ben niet een extremist. En ik ben zeker niet iemand die de regering omver wil werpen. Totaal niet. Ik werd mij vroeger wel bekritiseerd hoor, door mensen binnen de spirituele eliteorde in Nederland. Toen ik met lezingen bezig was van nou, die man die komt hier binnen, die heeft volle zalen. Dat moet wel een van de CIA zijn, want anders wordt dat niet gedoogd. Ik zeg nou, ja, ik doe je voorbeelden dan mee. Maar dat is niet zo. Ik vertel puur wat ik te vertellen heb en dan mag je ook doorvragen. Maar ik zat in een aantal werkgroepen en daar kwam ik wel eens bijeen. En daar zaten ook mensen van de inlichtingendienst. Er was ook één man die ik heel goed kende. Dat was een rechterhand van destijds van Mark Rutte. En die vertelde mij ook wel door middel van vragen over dingen die er eigenlijk gaande zijn. Dus ik heb best wel wat mensen ontmoet in de afgelopen 20 jaar. En ik denk ook dat mensen het prettig vinden om met me te praten. Ik denk ook dat mensen het prettig vinden om met jou in gesprek te gaan. Omdat je gewoon met je voeten op de grond staat. Ja? Dat is, je moet het hier doen. Niet wegzweven, hier. En daar zat ook toen een man bij, een vrouw bij. En die, daar zou ik mee in gesprek gaan. Dat was dan de directrice toen van een bepaalde afdeling van de AIVD. Waarmee ik in gesprek ging over de dossiers op aarde die verzameld zijn door de vele jaren heen. Van waarnemingen van UFO's, hè, op Soesterberg hele grote dossiers, maar heel veel dossiers in Nederland. Nederland is een heel rijkelijk land, heeft enorm veel archiefmateriaal, heel veel materiaal, op het gebied van aanwezigheid van objecten die onverklaarbaar zijn. En ook contacten met andere wezens. En daarbij was ook degene die nu de minister-president is. Daar heb ik toen een mooi gesprek mee gehad. Niet heel lang, maar een goed gesprek. Mijn indruk was van deze man. Dat het een hele goede luisteraar is. Dat hij zich heel goed kan afstemmen op een ander. Wat echte beweegredenen zijn. En ik zeg dit niet omdat ik hem promoot. Maar dit is gewoon wat ik heb gezien. Dit is de ervaring. Geen theorie. Het is wat ik heb gezien. En gesprekken gehad over deze onderwerpen. Nou, hij zegt, ja, we kunnen er niks mee. Ik zeg, nou ja. Maar het is ook vaak een kwestie van willen. Ja, maar we hebben zoveel capaciteit en dat gaat naar, nou ja, in dit geval naar de bedreigende islamitische ideologie. Ja, het is hoe je het invult of inkleedt. Maar ik heb mooie gesprekken gehad met verschillende mensen en ja, nu is hij dus minister-president. En ik zie overal zie ik een afdruk van ons werk, wat we doen. En je moet goed zien dat de realiteit die bij je inleeft, is er niet een op zichzelf staande realiteit. Ik heb kennis van de matrix, hoe dat werkt. En de realiteit draait feitelijk echt om jou heen. Dus jij bent de as van de realiteit. Dus als jij je inzet, als je jezelf opent, als je jezelf schoonmaakt, als je je essentie naar boven haalt, als je je eigen energieveld genereert, als je het niet overlaat aan anderen, maar zelf dingen herdefinieert via je hart, opnieuw beslist, zaken naar voren haalt en andere zaken weghaalt. Als jij dat allemaal zelf doet, dan heeft dat ook een effect op het veld, want het veld dat draait om jou heen. Omdat het veld op dit moment wordt bestuurd door iets wat onze vrije wil juist niet tot uiting wil laten komen. Dus ook dat hij minister-president is. En ik heb nog aan heel veel dingen samengewerkt met andere mensen. En we gaan nog aan heel veel dingen samenwerken. Dus er is zoveel aan de hand en zoveel mogelijk. Dus ik zei tegen hem, hoezo kun je daar niks mee? En hij kijkt me zo aan, het was in Wageningen. En hij kijkt me zo aan. Ik zeg, als ik jou nou in contact breng met die mensen. En toen begon de gastheer die me heeft uitgenodigd, die is inmiddels overleden. Die begon verschrikkelijk hard te lachen. Dus die ligt. Dat was 2015, 2016, een van beide.
Waarom ik dit vertel, is om onze hartekracht van verbondenheid niet in weerstand te hebben in de wereld waarin we leven. We moeten het bij elkaar brengen. Scholen kunnen alleen vernieuwen als we ook werken in de vervuilde systemen. Wat volgens die mensen niet per se vervuild is. Dus ik spreek mijn waarneming uit. We kunnen in weerstand gaan tegen de elite, zoals ze hier worden genoemd. Maar we kunnen ook kijken of we ons eigen ruimte en tijd creëren. En of we vanuit die bubbel in contact gaan met hen. Het is niet voor niets dat ze zoveel dingen hebben gecreëerd wat we noemen weerstand. Daarmee duwden ze ons eruit. Ze duwden ons uit het veld. Ze duwden ons uit het gevoel om te kunnen communiceren. Dat hoort allemaal bij de mensbeleving. Dus wees niet selectief. Maar zie het overal. Het bedrijfsleven, dat zal compleet helemaal verdwijnen. Over 5 jaar staat de wereld, ik ben geen voorspeller, over 5 jaar staat de wereld er totaal anders voor. Alles gaat veranderen. En daar moeten wij bij aanwezig zijn. Dus kijk eens goed naar voor jezelf wat bekrachtigen nou eigenlijk is. En als je daar wat meer over wil horen, zeggen of wat er ook, dan kun je tegen de, in de Crack Powers kun je daar. Dat zijn gewoon uitzendingen die we helemaal gewoon vrij doen. Zoals het ook moet. Dan kun je daarover uitwisselen. En als je het gevoel hebt dat je wel eens bij een educatieve informatiedag wil zijn, dan vraag ik daar vergoeding voor. Want ik moet ook, maar niet veel. Dus ik ben bezig om ook binnen de nieuwe website die er is, dat we daar ook kunnen aangeven aan mensen die wel een bijdrage kunnen leveren. Hartelijk welkom, dankjewel, in dankbaarheid. En mensen die dat financieel niet kunnen, dat die mensen dan kunnen kiezen voor nee, niet. He, dus alles open en kloppend gebeurt. Dus je bent van harte welkom en ik voel me ook zeer welkom bij jou. Ik hoop dat je een beetje een fijne middag hebt gehad. Omdat er wat lakens rechtgetrokken zijn. Of misschien zijn er wel verkreukelde lakens zichtbaar geworden. Ik weet het niet. Maar er ligt een grote opdracht op ons te wachten. En die kan alleen uitgevoerd worden als we daar zelf toe komen. De macht en de kracht van jouw bewustzijn is enorm. Zet er positief in. Stoppen waar je niets kunt brengen. En wees daar waar je jezelf helemaal in kunt zetten. Maak keuzes. Maakt het leven trouwens ook een stuk makkelijker hoor. Ik heb ook heel veel geprobeerd te werken op terreinen waar het niet ging. En toch vanuit mijn hart ben ik dat wel gaan doen. En ik kwam eigenlijk altijd in een heel grote bramenstruik terecht. Nou, die doen pijn. Dus dat hoeft dan niet. Gewoon keuzes maken. Het echte, ware bewustzijn van jezelf weet eigenlijk altijd de plek in te lopen zonder kleerscheuren te krijgen. En als je kleerscheuren krijgt, ja, dan doe je eigenlijk iets wat je niet moet doen. Wat niet hoeft. Dankjewel voor je aanwezigheid hier vandaag. Voor het brengen van jezelf. En het representeren ook van je netwerk. En niemand is alleen. Zelfs als je alleen voelt. Er zijn zoveel mensen waar je mee verbonden bent. Waar je een connectie mee hebt. Een interactie. Die zijn hier ook. Dus, dank je. Is er nog iets wat nog door jou gezegd moet worden? Of wil je nog wat vragen? Of hoe laat is het eigenlijk? Moet ik daar allemaal naar op letten? Weet het allemaal niet. Hoe laat is het? Ik wil een beetje rekening houden met eventuele bussen vertrekken en zo. Het is 7:07. Oh, we lopen dus nog maar ongeveer een uur uit. Normaal loop ik altijd 6 uur uit. Maar ik zag daar ergens iemand. Ik hoop in ieder geval dat jullie de innerlijke studiekracht. Hè? Die Ja. Hier staat tekst op van iemand die onlangs naar huis gegaan is. En die gisteren op wonderbaarlijke wijze bij mij terugkwam. En ik vind het toch wel heel mooi om daarmee af te sluiten.
Het zijn een paar regels, groot geschreven, door Henk Jan een aantal jaren geleden op een bijeenkomst waar we het hadden over het invoelen van hoe gaan we het doen? Hè, wat? En hij dook op een gegeven moment op de vellen die ik gekocht had. En hij heeft daar dus een aantal teksten op gezet. En die wil ik graag even voorlezen. Ga jij ze vasthouden of hou je de microfoon vast? Het lijkt heel veel, maar het is groot geschreven. Het is een stukje van het convenant waar hij voelde dat hij dat op papier wilde zetten. Heel gedreven als hij is. Alle informatie komt beschikbaar voor alle mensen, zodat alle mensen kunnen meewerken aan het ten uitvoer brengen van structurele oplossingen voor het klimaat. En klimaat versta ik al het leven. De aarde, de natuur, de mensen en het totale heelal, universum. Dat de balans in al het leven herstelt, waardoor wij mensen leven weer leven kunnen geven. Elkaar dus. Dat al het leven weer de ruimte krijgt die het nodig heeft om volledig hier te kunnen zijn. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Het bedenken van oplossingen en het uitvoeren is niet voorbehouden aan specifieke mensen en organisaties. Maar ieder mens krijgt per direct de tijd en alle middelen die nodig zijn om te doen wat nodig is voor herstel van al het leven. Alle mensen krijgen per direct de vrijheid om naar eigen inzicht samenwerkingsverbanden op te zetten. Mensen krijgen de vrijheid om te reizen, om uitvoering te kunnen geven aan hun missie voor het herstel van al het leven. Het voelt als een goede, mooie, wijze afsluiting van al wat gedeeld werd door jou en gevoeld werd door ons. Dank iedereen die even geluisterd heeft. En dank dat we bij elkaar zijn, met z'n allen. En elkaar voelen en zijn wie we zijn. Dank. Ja, heel mooi. Dank Henk-Jan en vele anderen die daar ook bij betrokken zijn. Er zijn in het afgelopen jaren, waarschijnlijk ook bij jou, toch één of meerdere mensen ook vertrokken, zoals we dat hier ervaren. Dat mensen er niet meer zijn. En ik neem al deze mensen die ik ken, en ook de mensen die ik niet ken, maar vanuit mijn eigen emotie, ik neem ze altijd mee in alles wat ik doe en wat ik leef. En ik hou van ze. En ik heb ook altijd verdriet en emotie. Ik voel dat zo. Dat mensen er niet meer zijn, dat ik ze mis. Dat ik dichtbij ze wil zijn. Ze zijn dichtbij, maar niet hier. En ik denk dat het ook goed is om te beseffen dat we allemaal die ervaringen hebben. Dus laat alle mensen die je in je hart draagt en waar ze ook zijn, laat die aanwezig zijn in dit enorme grote project en ook meewerken. Op de manier zoals dat zou kunnen, zoals dat kan, wat mogelijk is. Ik wens je een hele mooie fijne reis naar huis toe. En wie weet tot een volgend moment. Het zijn allemaal kleine prikkels die we hier vanmiddag geven. Ja, als ik het zo zie, dan is het in tijd gewoon wel heel kort. Want ja, het moment dat ik dus mijn mond moet gaan houden, dat is eigenlijk al 10 jaar geleden is dat al ontstaan. Maar dat is nog niet gelukt. Omdat ik ook nog wel ervaar dat er gewoon meer gezamenlijke ook energie vanaf de andere kant kan komen. Dus zet jezelf aan bij een volgende ontmoeting, hoe dan ook. Hè. Kijk maar gewoon, we zijn allemaal heel waardevol. We hebben zoveel in ons hart, we weten zoveel. Dus op naar een volgend moment, misschien niet met mij, met de anderen, helemaal, maakt niet uit. Alle goeds, wees zuinig op jezelf, zorg goed voor jezelf en zorg ook goed voor de anderen. Wel thuis.